betaalde gewoon niet. En uiteindelijk ben ik gewoon in maand 7 ben ik naast de hoofdboekhouding gaan zitten. Ja. Met mijn lunch en mijn broodje en mijn laptop. En hij zegt, wat kom je doen? Ik zeg, grap, je hebt een huisdier hier. Ik ga niet weg voordat geld op mijn rekening staat. Check dan toch? Hij slaat op de tafel, nu ziet het zak, schreeuwt tegen wat personeelsleden, dit, dat, pap, 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 pap. Hij trekt een kluis open, hij geeft me 2000 piek, hij zegt vandaag staat de rest op je bank. Okay. Het heeft nog 2 maanden geduurd, ouwe. Yes, welkom Strooisout, de Creative Business Podcast. Michel, er zit iemand naast jou, wie is dat? Ik noem hem Simon. Ik kreeg hem bij Pak Boter. En ik kom er ook niet meer vanaf. Nee, dit is Simon van Gorkum. Simon van Gorkum. Ik noem hem een vriend. Hij is een vriend van me geworden de laatste jaren. En hij is producer, hij is fixer. Dus hij werkt heel veel met het buitenland. En ondersteunt eigenlijk... is toch wel een van de weinigen. Ik denk dat je ze op 1 hand kan tellen in Nederland. Ja, nou, hij is daar op zijn minst in de top 3 zit hij daar, man. Dat vind ik 5 in de top 3. Ja. Wou van veer is een reetsteker. Ja. Ene compliment na het andere compliment. Maar dat vind ik wel interessant. We hadden al een tijdje praten überhaupt met een producer. Je zegt het woord fixer. Dat is misschien een beetje nieuw, anders. Fixer. Ja. Wat is een fixer? Hij is de clean-up guy. Wat houdt dat in? Als je van iemand af moet... Nee, een fixer, het woord zegt het al. Hij fixt, kijk, je moet het zien vanuit de ogen van een buitenlandse crew. Hij komt hier en hij fixt shit. Hij is de guy die je nodig hebt, want hij kent zijn weg hier. Voor videoproducties. In dit land, voor videoproducties of werk voor wat voor dingen. Dus, maar ik denk dat hij het zelf ook het beste kan uitleggen, Simon. Simon, wat is een fixer? Wat is een fixer? Wat doet een fixer? Nou, wat leuk dat je dat vraagt. Fixer, ja, nee, ik vind het vooral... Fixer is de naam die wordt gegeven aan inderdaad wat Michel zei... producers die buitenlandse teams, producties helpen... in het land waar dan de fixer gezetteld is, over het algemeen. Het is een beetje een tricky naam, vind ik. Want wat ik als fixer zie, is iemand die bijvoorbeeld in een oorlogsgebied... journalisten veilig houdt. Zeg maar, weet je, die zorgt dat ze niet worden doodgeschoten, dat ze met de generaals kunnen praten aan beide kanten, zoiets. En tja, hier in Amsterdam en in Nederland is het natuurlijk allemaal best wel veilig, dus ja, wat fix ik uiteindelijk? hele goede lunch. Niet onderschatten hoe die lunch is. Zeker niet, dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. Lunch is belangrijk. En gekscherend zeg ik wel, ik kan erg goed googlen, maar er komt natuurlijk veel meer. Ja, dus je bent echt gewoon voor, het is eigenlijk producer, maar echt voor buitenlandse klussen, buitenlandse productiebaatschappijen die naar Nederland komen en die bellen jou dan en die zeggen van, yo, we hebben dit en dit nodig, fix het voor ons. Ja, nee, dat is letterlijk wat het is, fix het voor ons. En nogmaals, hier in Nederland is het, weet je, we hebben een lijstje crew nodig. Nou ja, dan ga je wat mensen afbellen en dan vraag je, ben je beschikbaar? Dus dat is wel goed voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk ook niet zo heel moeilijk. Maar ja, het leuke zit er hem aan de onmogelijke locaties regelen. Of gewoon de creative input die je geeft. Hè. Ik bedoel, ik ben geboren getogen in Amsterdam. Daar ben ik trots op. Ik hou van mijn stad. Yeah. Ik heb een bedrijf wat als naam ook heeft... van de gebaande paden, maar in het Engels zeg maar. Geen zin in schaamteloze zelfpromotie hier. Nou, maar, dat mag hoor. Dat bedoel, ik Golden Era Media. Off the beaten tracks. Ja, dus dat heet Off the Beaten Track en dat heb ik bewust. Off the Beaten Tracks. There you go. Nee, yeah. Track. Off the Beaten Track Productions. Track off the Beaten Track. Van de gebaande paden. Ja. Michel is ondertussen in zijn hoofd een nummer voor me aan het schrijven, heb ik zo. Ja, maar ik hoor die beat al, weet je. Ja. Oké. En hoe ben je, wacht even, dit is, hoe komen nou buitenlandse bedrijven dan bij jou terecht? Hoe werkt dit? Dit is echt connecties die je hebt opgebouwd over de jaren. Ja, nee, kijk, ik doe het nu een kleine 10 jaar. Ik denk dat ik mijn 9e jaar inga, weet ik niet helemaal zeker. Als fixer? Als fixer, kijk, ja. ik ben eigenlijk mijn leven lang ben ik al producer. Ik ben op mijn,
15e op de middelbare school ging ik in het orgaan wat de schoolfeestjes organiseerde. En van daaruit heb ik jarenlang dingen geregeld, georganiseerd, op festivals gewerkt, dingen opgezet. Ja. Dus dit doe ik nu een jaar of kleine 10 jaar dus. Ondertussen heb ik wel een naam, merk ik, dat mensen bij me terugkomen, dat ze me vinden en dat ik gerefereerd ben. Zeg maar, dat mensen zeggen van, nou, Simon moet je hebben in Nederland. Daarnaast gaat er heel veel via Facebook nog. Ik heb een website. Ik hoor jullie heel vaak in je podcast praten over websites, dat die niet belangrijk voor jullie zijn. Dat is wel een hele grappige dan, toch? Ja. Voor mij is het heel belangrijk. Voor mij is mijn nummer 1 prioriteit is mijn website en mijn vindbaarheid. En dat is een eeuwigdurende strijd om daar maar te ranken, bedoel je? Op de eerste plaats te komen, te blijven, weet je. Dat heeft prioriteit en dat is lastig. Want dat merk je, dat er gewoon inderdaad heel veel buitenlandse producties, maatschappijen, dat gaan googlen of zo. En wat googlen ze dan Fixer? Nou, dat is een van de grappige dingen waar ik de afgelopen jaar vooral heel erg mee bezig ben geweest. Fixer, ja. Dus de jaren hiervoor was het dan Fixer Amsterdam, Fixer Nederland. Dat is een internationale term, echt. Ja, Fixer is gewoon, als jij naar Irak gaat of Argentinië of Mexico en je hebt iemand nodig die je wil helpen daar op de grond, whatever, vergunningen Fixer, of gewoon even wat informatie. Hè. Soms denk je van, want in bijvoorbeeld, je mag niet in elke land of in elke stad mag je zomaar filmen. Hè? Nee. Kijk, in Amsterdam zijn we allemaal heel vrij. In Nederland zijn we allemaal heel vrij en heel leuk. En ga, doe je ding, weet je, met je cameraatje. En ga lekker op pad en filmen wat. Maar ik bedoel, in Amerika is het ook anders. Amerika is wel anders. Zeker. En in Peru, als je er op straat staat met je camera. Geen idee hoor, trouwens. Maar, maar ik zou zeggen, in Peru loop je niet zomaar Machu Picchu binnen en zegt van, ik wil even komen filmen. Ja, mijn gimbaltje. Ja, dan word je met je hele wende word je de berg afgeflikkerd. Je wordt genoemd op social media. Ja. Maar dan, oké, maar dan google je echt inderdaad Fixer. Ja. En dat gebeurt ook wel. Ja. Nou, dat is bij mij, dus daar ben ik jaren mee bezig geweest dat ik daar bovenaan kwam. En dat is goed gelukt. Alleen de grap is in Nederland nu, is dat je bijvoorbeeld heel veel wasmachine repair winkels en telefoonwinkels, die zijn nu ook Fixer. Ja, dat Fixer is zo'n naam. Ja. Maar dat is pas de afgelopen 2 jaar. Ja, dus als jij Fixer Amsterdam zoekt, krijg je 34 telefoonafwasmachines, koelkastenreparatiedingen. Dat woord Fixer inderdaad. Het is niet een term dat je uitsluitend bij videoproducties kan gebruiken natuurlijk. Nee, je kan alles fixen. En je krijgt natuurlijk Mr. Wolf. Toch? Mr. Wolf van Pulp Fiction. Dat is ook een Fixer. Dat is precies. Michelin refereerde, zeg maar. Dus iemand die Ray Donovan, toch? Ja, die is helemaal goed. Ja, die dat is een ja, hele fixer gewoon. Daar is de fixer voor de celebrities. Ja, maar nee, maar dat is natuurlijk fixer videoproducties. Zo gaat het dan gegoogeld. Ja, en er zijn nog allerlei andere termen. Ja, in principe is fixer is natuurlijk een producer. Zou je nog kunnen zeggen line producer. Wat is het verschil tussen een line producer en een producer? Het is allemaal, en dat is ook met het werken met zoveel internationale producties, iedereen heeft een ander naampje voor heel veel verschillende en dezelfde functies tegelijkertijd. Maar Fixer is vrij universeel, vrij universeel daarin. Oh, ja. Dat is echt wel leuk beroep lijkt me ongeveer ook. Hè? Nee. Ja, maar eigenlijk ben je gewoon de guy, dus je wordt gewoon gebeld van luister. En waar praten we dan over? Praten we dan echt op grote producties of hele kleine producties? Nou ja, als je uit het buitenland komt, dan is het vaak wel een grote rol, denk ik. Maar dan is het echt van, hey, luister, we hebben dit nodig, camera crew, we hebben producers nodig, we hebben locatie nodig, dit en dit, fix it. Kijk, wat ik doe de afgelopen jaren, ik heb van alles gedaan. Veel branded documentaries, wat dan eigenlijk een beetje verkapte commercial is, weet je wel. Mm-hmm. Commercials gedaan, documentaires, reisprogramma's. Reisprogramma's zijn mijn persoonlijke favoriet vaak, omdat je gewoon op leuke plekken komt. Ja. Yeah. En nogmaals, weet je, met mijn bedrijven, met mijn insteken, met de wat ik wil overdragen aan die producties is, ik probeer ze altijd een beetje te sturen naar wat buiten alleen maar de Wallen en het Rijksmuseum. Ja. Ik heb een blauwe maandag museologie gestudeerd. Echt een blauwe maandag. Maar weet je, Amsterdam heeft
de grootste museumdichtheid van alle steden in de wereld. Dat betekent niet dat we de meeste musea hebben, maar op een klein gebiedje. Klopt. We hebben er geloof ik iets van 65 of zo, weet je wel. Er zijn zoveel gave plekken. En ik bedoel, als je dan als reisprogramma het Rijksmuseum als... Als in je hoofd hebt, zeg maar, dan zou je bij wijze van spreken, kan je ook het Scheepvaartsmuseum overwegen, want dat heeft diezelfde, of het Amsterdams Historisch, wat nu geloof ik weer anders heet. En dat probeer ik, daar probeer ik dan een beetje naartoe te sturen, totdat we op een gegeven moment naar Onze Lieve Heer op Zolder gaan of zo, weet je. Dat is een heel klein, obscuur, fantastisch mooi museumpje. Wel op de Wallen, maar dat, Wat grappig, dat is zo erg. En je bedrijf dat je nu hebt, hè, is dat heb je een team? Werk je alleen? Hoe moet ik het voor me zien? Ik werk alleen. Ja. Ik werk niet. Ik ben gewoon een ZZP'er. Ja. Ik heb een bedrijf, ik ben een ZZP'er. Maar als zo'n productie in gang wordt gezet, dan werk je op een gegeven moment werk je met een heel team. En dat kan verschillen van 3-4 man tot op een gegeven moment, 30, 40, 50 man. En dan dan is het niet zo dat jij beheerder bent van een heel budget of zo, en dat je dan mensen in gaat huren, of gewoon jij verbindt bijvoorbeeld een Michel aan de klant, als het ware. Nee. Ik ben de spil. Oké, dus ik krijg een verzoek binnen. Nou, daar zijn er ook duizenden verhalen over te vertellen, want die verzoeken, dat is ook elke keer weer een tranendal. Kunnen we het zo over hebben? Oh ja, echt, verhalen te over. Maar ja, je krijgt een verzoek binnen. En wat ik heel vaak zeg tegen klanten, want klanten denken altijd vanuit hun eigen kleine bubbel. Hè? Die zijn er vaak ook al maanden mee bezig. Dat is het enige waar ze over praten met hun collega's. Ze sturen ze naar me toe en dan denken ze meteen dat... Nou ja, dat ik sowieso alles meteen uit mijn handen laat vallen. Hup, hier, dit, nu is het belangrijkste. Daarnaast denken ze ook meteen dat ik alles wel snap. Ja. Dat ze alles wel heel goed hebben uitgelegd. Wat natuurlijk totaal niet zo is. Ik bedoel, we willen 3 dagen in Amsterdam filmen voor een reisprogramma. Voor dat en dat kanaal. En dat willen we filmen. Dat is leuk. Ja. Weet je? Maar hoe wil je het filmen? Hoeveel camera's? Wat voor camera's? Wat voor plekken? Weet je? Nou ja, goed, daar kun je wel van alles bij verzinnen. De communicatie blijft het moeilijkste. Ja, communicatie is echt een ding. Ja. Maar goed, het is dus elke keer een enorme puzzel. En dan maak ik een offerte op basis van meerdere gesprekken. Hmm. En dan stuur ik een offerte naar ze toe. En dan 9 van de 10 keer, dan mailen ze terug dat ze heel erg geschrokken zijn van het getal. Ja. Ja, precies. Dan zeg ik, nou ja, goed, weet je wel, die ene gaffer hebben we eigenlijk niet echt nodig. Nee. Ja. Nee, dan ga je een beetje met elkaar kijken wat merk wel je dan, heeft is. Het dan, misschien doe je dat al, maar dat doe ik bijvoorbeeld heel erg met mijn videoproducties. Ik probeer echt wel een schatting van de prijs toch wel in het eerste gesprek te zeggen. Voordat ik inderdaad zo'n offerte stuur en dan dit soort reacties krijg. Is dat iets wat je kan doen of is het echt zo erg... Ja, het is moeilijk hoor. Ja. Ja. Ja, want elke vraag die bij je opkomt is dus een onzekerheid. Waar wil je filmen? Ja. Wat kost die locatie? Als jij die informatie niet hebt, kun je daar onmogelijk gepast iets op. Nee, gepast ga je nooit vinden. Kijk, jij doet natuurlijk iets wat... Kijk, bij hem, dat denk ik ook dat je dat kan beamen, komt er constant meer shit bij. Ja. Weet je, als tegen jou zegt, ik wil video, ik heb 1 presentator, die moet gewoon bab, ik wil 16 reels. Wat reken je daarvoor? Ja. Ik denk dat het in die producerwereld toch... En zeker met dit, gezien ze al een heel plan hebben ook. En jou eigenlijk als asset erbij willen. Jij moet maar gewoon instappen in hun hele gaande productie, zeg maar. Dat het toch best moeilijk is om dan al een prijs te noemen. En dat merk ik zelf ook als ik producties doe. Iemand benedert, ik wil filmpjes. We willen social media filmpjes voor de school hebben. Wat kost dat? En aan de klantkant, het is ook niet een situatie waar je dan gewoon kan vragen, oké, wat is je budget voor alles? Heb je daarover nagedacht? Ja, maar ik weet wel een beetje, nogmaals, ik heb net al gezegd, ik luister natuurlijk vaak naar jullie en ik weet wel een beetje inderdaad hoe jullie of jij daarin staat volgens mij. Ik doe dat zeker. Het is wel grappig, want ik kan uit mijn ervaring kan ik vaak ook wel zien aan het mailtje wat binnenkomt, wat voor soort klant het is. Ik bedoel,
ik zie het sowieso aan het bedrijf, ik zie het aan het land, ik zie het een beetje aan de opzet. Dus als het een kleinere opzet is, dan en je ziet een onzekere klant, bij wijze van spreken, snap je wat ik bedoel? Nou, dan kan je vragen, kan je zeggen van, nou, weet je, laten we het zo doen. Ik kan nu uren spenderen aan heen en weer mailen, we kunnen bellen. Ik kan een offerte jullie kant op sturen en dan gaan we 33 keer heen en weer. Ja, ja. Dat is... Maar we kunnen ook gewoon even, je kan me ook gewoon vertellen wat ongeveer, wat heb je in gedachten? En dan kan ik jou meteen vertellen. Wat logisch is. Nou ja, dan kan ik ook meteen vertellen, het gaat lukken of dit gaat niet lukken. Ja, dit is niet logisch. Ik wil 2 dagen filmen in Amsterdam. Met een DOP en een focusspoeler. En daar wil ik ook nog wat licht bij. En een geluidspersoon die dat allemaal volgt. En mijn budget is €1500. Ja, succes. Yeah. Ja, dat ga ik niet voor je kunnen regelen. Nee, precies. Ja, nee, dat toch? Misschien zou ik het nog wel kunnen regelen, maar dat wil ik ook niet regelen. Dat is ook voor dat budget, goed. Dat is niet mijn, dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik hoef en dat is ook niet waar ik voor stond. Heb je dat soort dingen vaak, die aanvraag? Zeker. Ja? Ja. Dat mensen dat zijn echt beginnende klanten dan of zo. Die hebben maar dan wil ik wel even weten. Dan wil ik weten. Je zegt eigenlijk gewoon nee dus. Ja, ik zeg heel vaak nee. Maar, snap ik. Maar wat is precies de beweegreden? Kijk, ik snap wel dat het budget technisch nu niet in elkaar zit. Maar heb je niet bijvoorbeeld vanuit bedrijfsperspectief of een persoonlijke visie dat je zegt van oké, dat zei jij bijvoorbeeld ook. Jij werkt niet onder de €4000. Voor een video. Heb jij ook zo'n bepaalde grens voor jezelf? Of nee, zo? Nee. Heb het puur te maken met het moment. Hoe is deze klant? Wat wil die? Voor wat voor budget? Het heeft met heel veel factoren te maken. Het heeft te maken met tijd. Het heeft bijvoorbeeld ook met gewetensbezwaren te maken. Het heeft te maken met hoe aardig vind ik deze persoon? Hoe leuk vind ik hetgeen dat hij omschrijft? Laat ik een voorbeeld geven. Niet zo lang geleden. 2 maanden geleden kreeg ik een mailtje van een gast uit Amerika. Die was een documentaire aan het draaien. Het was een passieproject. Maar dat zei hij er ook heel niks bij. Hij was gewoon zelf DOP. Hij verdiende zijn geld met allerlei dingen in Amerika met shoots. Maar dit was zijn passieproject. En het ging over stamps. Dus over stempels. Maar letterlijk dus, er is een wereld. Postzegelverzamelaars. Nee, van post, maar dit gaat over de stempels die worden gezet. En er zijn dus nu ook heel veel. Wat bedoel je met stempels? Stempel, gewoon een inktstempel. Zo'n... Ja, maar voor wat? Dat is dus de wereld. Dat is de grappig. In Amerika is het ook een ding nu. Volgens mij ook wel in Europa. Maar bijvoorbeeld, je hebt hippe koffietentjes. Die hebben eigen bekertjes, maar die laten die eigen bekertjes niet meer printen. Nee, die hebben dan een eco-bekertje, bij wijze van spreken. Ja. En dan hebben ze een stempelpad. En dan stempelen ze dan hun stempel op. Of je hebt veel gereisd, weet je, je hebt ook veel gereisd. En dan heb je op sommige plekken kan je een stempel laten zetten in je paspoort of zo. Dat is het tofste wat er is. Mount Fuji heeft dat volgens mij. Ja, dan kan je de stempel van Mount Fuji. Ja. Maar dus die ontwerpen en de mensen. En er zit een heel... Er zitten hele gepassioneerde mensen zitten erachter. Ja. En dat was in Amsterdam dus, geloof ik, of in Nederland, hebben wij een hele grote stempelcultuur vanuit de 17e eeuw. Tot aan de Tweede Wereldoorlog. Er waren natuurlijk ook heel veel stempels. En daar wilde hij wat interviews gaan filmen. Nou goed, dat lang verhaal. Kort in ieder geval, die gast die wilde hier filmen, had heel weinig geld. Dat zei hij ook. Hij zei, mijn passieproject is niet jouw passieproject. Maar die wilde eigenlijk iemand die hem rondreed. En wat plekken in Amsterdam liet zien en dit en dat en zus en zo. Ik zeg, ja, weet je wat het is? Als we dit helemaal officieel gaan spelen, kan je dat niet betalen. Maar ik vind het persoonlijk de laatste tijd steeds veel leuker om mee te werken aan documentaires. Want ik kijk namelijk zelf documentaires en dan kijk ik documentaires die in Nederland zijn gemaakt. En dan kijk ik, wie heeft hier aan meegewerkt? Waarom heb ik hier niet aan meegewerkt? Ja, ik vind het leuk. Dus die heb ik gewoon op pad gestuurd met een... een gast waar ik heel veel mee werk, die mij heel veel ondersteunt bij producties. Ik zeg, jongens, regel het lekker. Of ik wist wel wat het bedrag was, maar rij hem rond. Ga aan het einde van de dag gelijk wat eten. Geef hem het envelopje met geld. Prima. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk. En die gast die appt me nog steeds af en toe. En die heeft me een goede... Ja, natuurlijk. Ja. En die heeft me een goede review gegeven, weet je wel. En laatst was er ook iets, zat hij in de kroeg met een vriend.
En die was in Nederland geweest en die had dan gezegd van... ja, ze eten haring in Nederland rauw en dat doen ze zo. En dan belt hij mij op. Is dit zo? Ik heb net een weddenschap voor €5. Ja, denk ik, ah, heb ik toch een vriend ergens in... ik weet niet eens, Nebraska of zo. Weet ja, 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 ja. Is toch leuk, man. Ja, dat, leuk, dat, ja, dat maakt wel. Ja, ja, ja. Een van de bonussen van die buitenlandse tripjes en alles die ik doe... blijft altijd de connecties die je maakt. Ja. Als je naar Amerika gaat, dan krijg je, je zet een Instagram story eruit. En dan hoor ik iemand van, oh, toevallig ken ik iemand die hier zit. Jullie zullen het vast met elkaar kunnen vinden. Maar connect. Noem nou eens een gekke aanvraag waar je dan nee op hebt gezegd. Een gekke aanvraag waar je nee op hebt gezegd. Niet per se budget of zo, maar weet ik veel. Het kon ook zijn van, dat zag laatst ook een top-it langskomen van ja, schiet je kwakkeloos maar alle soorten video's. Ook als je bijvoorbeeld vegan bent als videoman. Schiet je dan een slagerij of een slachthuis, ga je dat dan niet filmen? Oh, omdat je persoonlijke standpunten hebt? Of, gewoon een gek verhaal. Heb je ergens een keer nee op gezegd wat dan uniek is, iets is dat je zegt van... hey, dat is wel een maf verhaal eigenlijk. Die wilde dat we, weet ik veel, een Duitse porno gingen schieten en heb ik toch maar eventjes... Nou goed, ik heb een beetje het probleem dat ik sowieso vrij principieel ben over heel veel dingen. En soms ook wel iets te principieel over te veel dingen. Dus daar ligt bij mij een van de dingen waar ik niet op inga zijn shoots die te maken met criminaliteit. Oh ja. Omdat ik zou het prima kunnen doen, maar ik wil op geen enkele manier geassocieerd worden met die wereld. Ja. En wat ik ook weet, gewoon echt vanuit ervaring van, weet je, opzet zijn, is, die buitenlandse partijen brengen het allemaal heel leuk. Ze weten je allemaal te charmeren en helemaal als je een beetje niet zo sterk in je schoenen staat en misschien nog een beetje groen bent. Het komt allemaal goed en we zijn netjes en we blurren namen of we gezichten en we doen niks wat niet mag. En uiteindelijk stappen zij in een vliegtuig naar de andere kant van de wereld en jij bent hier nog steeds degene die er woont en... Ja. Mensen kan tegenkomen of met mensen moet praten. Ja. In het verleden heb ik ook wel eens mensen gebruikt voor een shoot uit mijn persoonlijke omgeving. En nou ja, dat is dan niet per se helemaal netjes gegaan volgens afspraak, weet je wel. Nou ja, en uiteindelijk moet ik dan nog de volgende week met deze persoon het kerstdiner vieren, weet je wel. Ja, 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 ja. Nou, dus dat kap ik af. Daar heb ik geen zin in. Politiek is nooit op mijn pad gekomen hoor, maar bepaalde politiek zal ik ook niet zo heel snel inmengen. Nee. Laat ik zo zeggen, dus als mij wordt gevraagd om een productie te fixen voor een politieke agenda, of nee, niet een agenda, voor een commercial voor een politieke partij bijvoorbeeld, daar zal ik ver van weg blijven. Kijk, een interview met een politicus, dat is hartstikke leuk en prima, dat is interessant. Opdracht die ik een keer heb geweigerd is 3-4 jaar geleden. Was volgens mij voor de van een hele grote Amerikaanse krant. Volgens mij niet de New York Times. Of was een grote krant in ieder geval. Die wilden een reportage maken over de hele Zwarte Piet discussie. Ja. Dus die wilden naar de intocht gaan. Ergens in Beverwijk of zo. En daar de twee kampen, volgens mij wel beide aan het woord laten en filmen. Ik had daar geen zin in, omdat ik het een te persoonlijk, emotionele discussie vond op dat moment. Ja. Dus ik denk, nee, daar ga ik me niet mee inlaten. Heb ik geen zin in. Ja, dat snap ik. Ja, het is inderdaad, dat kan natuurlijk andere mening ook. Nee, dan zit je ertussen, weet je inderdaad ook. Dat is vervelend. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Maar hoe moet ik nog heel veel terugkijken naar gewoon een beetje hoe het beroep fixer eigenlijk werkt dan? Stel, hoe ziet een dag eruit? Oké, okay, je hebt een Amerika-beltje, documentaire wil ik maken, 2 dagen filmen. Jij zegt, oké, okay, we gaan het doen. Mm-hmm. Wat moet ik voor me zien? Poeh, jeetje, wat een algemene vraag. Ja, want het is meer van, als fixer, dan ga je allemaal dingen regelen. Betekent dat dan allemaal dat je achter je computer allemaal dingen gaat regelen en dan, oké, and then we're done. Of ga je mee met die klant? Ga je wanneer er gefilmd wordt bijvoorbeeld? Nou, dat soort dingen. Ja, dat is waar ik nu zit, is dat ik eigenlijk steeds minder vaak per se mee wil. Ja. Ik weet nog de eerste 2-3 shoots, weet je, want dat ik dan met zo'n crew op pad ging. Dat was een groot reisprogramma. Een van mijn
eerste shoots. Echt een groot reisprogramma voor Travel Channel. Met een heel beroemde Amerikaan met zijn gezin die hier naartoe kwam. En sorry? Dat is kicken. Ja, nee, dat was hartstikke gaaf natuurlijk. Maar ik weet ook nog dan voor de B-roll-dag of zo. Of dan, weet je wel, dan, ik liet ze plekken zien. Dat had ik nog nooit echt eerder gedaan zo met zo'n crew. En dan stonden we op de Brouwersgracht. En dan sta je fietsjes te filmen en prachtige uitzichten. En te wachten tot die ene boot langskomt. Precies met die fiets. Terwijl de zon achter de Westerkerk. Nou ja, goed, weet je. En ik, jongen, aan het einde van die shoot. Sowieso toen ik daar stond op die Brouwersgracht. Nou, echt. Nou, ik zal het niet te vulgair maken, maar een pauw met zijn hele, verendos uit. En nu, na een x-aantal jaar, dat ik daar nu wel 23 keer heb gestaan. En ook regelmatig in de regen en in de kou. En dan sta ik echt zo, jezus, wat staan we nog weer te wachten op die boot. Wat is jouw rol dan op zo'n set? Daar ben je producer, als gewoon aanspreekpunt, als het ware. Echt van... Op set is eigenlijk vaak het belangrijkste met zulke grote producties. Want dan wordt het woord fixer komt wel echt dichtbij soms. Omdat je dingen moet oplossen. On the spot gewoon. On the spot. Ja. Lekker, weet je, we willen nu dat. Oké, geef me 2 seconden. Oké, nou dan gaan we daar en daar naartoe. Gaan we het regelen. Ik bel eventjes iemand. We hebben nu een tandem nodig. Wacht even. Hier om de hoek zit wel een dingen kunnen tandem. Allemaal niet wereldschokkend, hè? Nee, maar wel dingen op spot. Zeker, ja. Maar je hebt ook regelmatig, en daar moet ik altijd wel om lachen, is dat je dan aan het filmen bent, weet ik veel, in de binnenstad van Amsterdam. En dan komt er een of andere figuur naar je toe. En je staat letterlijk op het rook-in te filmen. Hè? Je staat met je lens naar boven gericht. Weet je, sta je een beetje... Waarom film je mij? Ja. En ik sta dan meestal een beetje aan de zijkant, weet je. Een beetje terwijl ze aan het filmen zijn. Dus dan gaan ze eerst naar die Amerikaanse crew. Ik wil nu zien wat jullie aan het filmen zijn. Je gaat nu wissen dat je mij gefilmd hebt. Dat is niet Amerikaanse. Zierk. Die zijn dan ook, die hebben natuurlijk ook al meegemaakt. Ja. Die denken ook, praat Engels. Ja, en dan zeggen, nee hoor, nou, filmen. Die zijn beleefd, die zijn ergens anders en zo. Ja. Goed, en dan kom ik er meestal bij en dan ga ik iets platter Amsterdams praten. Ja. En dan fix je die shit. Nou ja, dan fix je die shit en dan bonjour je ze lekker weg. En dan zeg je van, eerst maak je een grapje. Nou ja, we vonden je zo knap. En je zag er zo goed uit. En dacht, nou, dit is uniek. We dachten dat je heel beroemd was, maar sorry, we zullen het... en als dat niet werkt, dan ga je zeggen, nee joh, we zijn hier voor het Jeugdjournaal bezig. Ja. Dus letterlijk fix inderdaad, ja. Je fixt de situatie gewoon. Ja, maar Amsterdam is daar ook wel heel erg in, hoor. Ik heb ook shoots gehad midden op grachten en Red Light District. En als je niet oppast, dan staan er 25 man om je heen. Te kijken. Want die denken dat er een celebrity is. Of dat er een bekend iemand is. En als ze hem niet kennen, is het van... Oh, is hij een DJ? Het is ook wel wat inderdaad als je gaat filmen met een crew op de Red Light District. En je filmt vreemden. Dan zou ik misschien ook denken, nou, mevrouw gaat dit misschien zien. Ja, maar ook als ik in een interview te draaien. Dan gaan ze gewoon achter de cameraman allemaal eromheen staan. Even kijken, zeker. Toch even door beeld lopen. Het is allemaal een kleine ding. Het is heftig, hoor. Ja, maar heb je wel gelijk, hoor. Dat hele wallen ding is wel... Dat raad ik ook altijd af. Er zijn een paar plekjes waarvan je het van verre... Dus dat je dan zeg maar een overzicht met een beetje vaag dat je het kan filmen. Maar ik zeg nooit, ga maar met je camera over de wallen lopen. Omdat het snel fout kan lopen. Hè? Ja. Van meerdere kanten uit. Dus van de mensen die er lopen. Ja. Vanuit de prostituees, maar ook vanuit de pooiers en de zeker, mensen die daar rijden. En ik vind het ook persoonlijk, en ik ben er echt nogmaals, ben principieel, ik vind het ook niet netjes. Nee. Ja. Ja. Dus het hoeft niet. Nee, exact. Ja. Pontificaal met zo'n camera in iemands bek terwijl hij dat huisje uitloopt, weet je wel. Morgen. Zit je gewoon een doken te kijken op Videoland, komt je husband of weet ik wat in een eruit check lopen. Je er wel even in. Als... Ja. En dan kom je niet weg met dit is voor het Jeugdjournaal. Nee. Dit is voor het Jeugdjournaal. Ja. Nee, oké. Dus dat is dan echt sowieso... Maar je zegt dat doe ik steeds minder nu. Dus dan is het vanuit thuis laptop als het ware ga je regelen. En dan zet je als een line producer, bijvoorbeeld gaat dan mee voor die shoot zelf. Want er moet uiteraard wel iemand op set zijn. Ja. Nee, maar nee, je kan natuurlijk een beetje de kersen eruit plukken, zeg maar. Goed gezegd. Maar
Dus ik ga de leukste shoots ga ik mee en ik vind het leuk om op set te zijn. Ja. Maar ik heb het ook wel eens zo druk dat je, weet ik veel, 3-4 verschillende producties tegelijkertijd hebt lopen. Dat je mensen vertrouwt. Ja, precies. Ja, en ja, dat is heel fijn. Maar het is ook het allermoeilijkste wat er is. Het loslaten en mensen vertrouwen. Uiteindelijk. Ja. Maar goed, ondertussen heb ik wel een netwerk waar met heel veel mensen daarin. Waarvan ik gewoon weet wat ze kunnen. Ja. En dat ze het voor elkaar krijgen. En dat ze goed communiceren. Vind ik ook altijd een goed belangrijk ding. Weet je. Ja, daar ben ik ook een hele pre voor. En ja. Communicatie moet strak zijn. Ja, ja, ja. Ja. En ik zat. Afgelopen winter heb ik een kleine 5 maanden in Spanje gezeten. Ja, nee, zeker niet. Zeker niet slecht. Overwegend weer. Maar, en van daaruit heb ik ook producties opgezet. Mensen naar set gestuurd. En zeg, nou, hou me op de hoogte. Ik ben wel de hele dag. Ik blijf wel altijd een soort van op standby. Mm-hmm. Als er wat gebeurt, ben ik er. Weet je, ik ga niet. Ja, ik ga niet. Behalve als in Spanje zit dan. Nee, maar ik ben beschikbaar op de telefoon. Ja, ja, ja. Dus ik kan, als er wat gebeurt, kun je me bellen en dan kan ik bellen. En ik kan mensen regelen en meedenken. Ja. Weet je wel? Ik ga niet zeggen van, nou ja, ik ga de komende 6 uur in een sauna zitten zonder bereik. Ik ben bereikbaar. Ja. Kijk maar. Wat ook belangrijk, want uiteindelijk de klant komt voor jou. Jij moet alles fixen inderdaad. Dus inderdaad als je van, nou, gaat via mij, hier speed je, maar ik ben even weg. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet fijn voor die klant natuurlijk. Dus van, nou ja, oké, cool, maar... Wie is eindverantwoordelijk? Ja, nou, ik geef heel duidelijk van tevoren aan dat ik zelf niet, als ik niet op set ben, geef ik aan iemand anders op set, maar iemand anders die zijn sporen heeft verdiend. Iemand precies. Die mijn. Ik heb dat laatst ook wel in een gesprek volgens mij met jou, weet je wel, wat een heel belangrijk ding is. Mooi Engels, my seal of approval. Ja. En dat betekent ook wat. Sterker nog, dat betekent heel veel. Ja. Dus als ik zeg dat ook goed is, dan. Nou ja, dan is het alleen voor mezelf al heel belangrijk dat het zeker. Ook echt goed is, zeg maar. Ja, ja, dat is ook gewoon waar. Hè? Dat is ook jouw reputatie. Dat is het. Nee, dat is het. Het is mijn reputatie. Ja, en mijn reputatie is mijn brood. Ja. Want mensen komen vanuit het buitenland benaderen mij. En als ze mij niet kunnen vertrouwen, dat zoomt. Ik denk dat je reputatie... Je hebt zo'n heel mooi Nederlands gezegd. Yeah. Hier, Your reputation precedes you. Nee. Komt te voet, maar gaat te paard. Dus je bouwt je reputatie heel langzaam op. Die had ik nooit geraden. Die heb ik ook nog nooit geraden. Je reputatie, je komt te voet. Dus het duurt heel lang voordat je ergens staat en dat mensen vertrouwen. Maar eigenlijk is 1 fout en je reputatie is weg. Ja, ja, nee. Klopt. En dat is dus heel die belangrijk. Blijft je langer na pursuiten. Ja, nee, ja, daarom. Voor elke creator blijf ik het altijd zeggen. Die communicatie is echt een skill die je moet gaan verbeteren. In ieder geval, of tenminste als je niet goed werk kan. Maar dat is echt zo'n belangrijke skill naast de kunsten die je doet voor je beroep. Communicatie. Ik weet zeker dat 90% van de klussen die ik krijg en klanten die terugkomen, heeft niet zozeer te maken met dat ik de beste video's maak of wat dan ook. Echt puur omdat ik waarschijnlijk heel goed ben communiceren, klant bijhouden en alles. En de video die ik maak is gewoon goed. Maar ja, er zijn mensen die beter zijn dan ik. Ja. Maar dat maakt niet uit. Want het gaat inderdaad van hoe blij is de klant. Ja, ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ik heb er wel een verschil in. Ik geloof niet dat er iemand beter is dan ik. Nee. Precies, ja. Ik ben de allerbeste. Goeie conference. Nee, maar het is een balans. Ja. Het is een balans tussen sowieso je werk heel goed doen. En daarnaast mensen het vertrouwen geven. En je persoonlijkheid, dat ze je aardig vinden. Dat ze je vertrouwen, dat ze weten... Misschien vinden ze je wel helemaal niet aardig. Maar ze weten wel dat als Michel of als Steun wat zegt, dan doen ze het. Ja, het gaat komen gebeuren. Ze het naar. En dat is heel belangrijk. En dat heb ik gemerkt. Heb je wel eens, ben ik benieuwd, hè? Heb je wel eens te maken met een verschil van wetgeving? Laat ik het zo noemen. Wetgeving? Nou ja, bijvoorbeeld dat ze in een bepaald land een bepaalde wet hebben omtrent filmen. Maar ze komen nu naar Nederland. En ze willen eigenlijk hun regels meenemen hierheen. Ja. Ja, ze nemen hun wet mee, als het ware. Ja, dat willen ze. Nou, ze ondanks dat de wet hier anders is. Ja. Ja, dat heb ik heel veel. Dat zie je heel veel. Je ziet dat heel veel met Amerikaanse bedrijven. Productiemaatschappijen. Engelse en Canadese zie je het heel veel mee. Die hebben... Nou, sowieso Canada... En Amerika hebben unions.
Ja. Dus dat is een enorm ding. Nou weten ze dat als ze in Europa gaan draaien, dat ze vaak niet vastzitten aan juniors. Dus dat vinden ze alleen maar weer fijn. Maar ze hebben allemaal regels die zijn opgesteld door vaak dan weer de broadcasters. Dus, mm-hmm. dus bijvoorbeeld de Netflix, de National Geographic, de Magnolia Network, weet ik veel wat. Die hebben allemaal omlijstingen waar mensen aan moeten voldoen om te mogen werken voor die maatschappijen. Ja, ja, dat merk ik ook wel. Ja. En dat is heel lastig, want dat druist enorm in soms tegen de Nederlandse wetgeving. Ja. En ook nog eens een keer heel erg tegen mijn geweten en mijn principiële ideeën over bepaalde dingen. Ja. Dus daar loop ik vaak tegenaan en daar loopt ook veel op stuk. Ik merk ook wel dat sommige maatschappijen staan daar wel voor open, hoor, dat je het kan aankaarten. Mm-hmm. Nou, dat je kan zeggen van, nou, luister, ja, maar werkt het anders. Specifieke Amerikanen zijn denk ik heel streng daarin. Tenminste, dat is wat ik gemerkt heb. Ook dat ik die maand in Spanje zat, was Amerikaanse productie in een Spaans land. Mm. Maar het waren de regels van Amerika. Ja. Alsof we in Amerika waren. Maar het klopt niet. Het was hun bubbel. Ja, dat hield gewoon in dat ik me 9 keer per week moest laten testen. En, ja. en dat kwam dan vanuit Viacom. Weet je, geen klein bedrijf, zeg maar. En die eisten ook voor verzekering technisch. Ja. Dat elk crewlid elke dag getest werd. En 2 keer in de week een PSC. Dat was in die coronatijd. Ja. Ja, ik denk dat toen... Mensen nemen heel veel wetgeving mee natuurlijk omtrent die corona. Want in dit land zijn mondkapjes verplicht. In dat land waar je heen gaat, misschien niet. Snap je? Dus hoe ga je... Er zit ergens ook wel... legaal gezien hoort het natuurlijk niet zo, I get it. Maar er zit wel wat logica in van de klant dat je zo gaat denken, denk ik. Met een hele Amerikaanse crew, hele Amerikaanse productie. Je gaat filmen in Spanje. Ja, iedereen zit met die Amerikaanse wetgeving natuurlijk. En al de regels in hun hoofd. Dat gaan switchen. Ja, je moet switchen. Het is niet maar dat wordt ook dus gepusht en verplicht door verzekeringsmaatschappijen. Want kijk, als jij een productie doet van een paar miljoen. En die verzekeringsmaatschappij zegt, het is goed, je kan je verzekeren. Maar als ik erachter kom dat je productie stil ligt door één gast die niet aan de regels hebt gedaan. Dan betalen we niet uit. Dus die gasten zijn extra op hun strepen. En vooral Amerika werkt heel veel. Die verzekeren alles. Die dekken alles in. 6 keer voordat ze na iets gaan doen wat hun kop kan dat kosten. Ik heb 1 keer in het begin van mijn reis een beetje... Dacht ik, ik moet meer met contracten gaan werken. Dus ik denk, nou, misschien moet ik een contract template fixen of zo. Ik weet niet helemaal beginnen. Had ik er eentje van een Amerikaans bedrijf gedownload. Van een videobedrijf. En dan merkte je gelijk, dit doen hun volgens mij heel anders dan wij. Helemaal dat was echt timmerd waarschijnlijk. Was acht kantjes. Weet ja, dit gaat ja, in naar Amerika kan je aangeklaagd worden door de koffie dat te heet is op zich. Dus ik dacht, ga ik dan niet naar een klant sturen van lees eventjes deze 8 kantjes even door voor een dagje filmen. Ja, maar dat is ik heb daar wel eens een productie op afgezegd. Ja, dat kan ik ook op ik krijg natuurlijk per jaar tientallen verzoeken binnen. En NDA's bijvoorbeeld, dat is echt een ding. Die zijn krankzinnig af en toe. Die zijn echt, en ik heb daar geen tijd voor altijd. En ik heb er geen zin in, geen tijd voor. Nogmaals, dan kom je ook weer op de reputatie. Ik doe dit al zoveel jaar. Ik heb al best wel wat credits, weet je. Als ik dingen zou verklappen, dan zou ik echt niet zo ver zijn gekomen. In alle bescheidenheid. Mm. Maar deze kreeg ik een NDA en die moest ik dan tekenen. En het waren 16 pagina's, klein lettertype. Ja. Maar wat het nare is, het is allemaal legale talen, of heet het? Legal terms. Legal terms, weet je wel. En dan in het Engels, nou, ik kan redelijk goed Engels, durf ik eerlijk te zeggen. Maar dan nog. Ja. Snapte en ze binden je ook nog eens een keer aan een juridictie, zeg maar, in Amerika. Ja. Ik zeg, ja jongens, nou, dit gaat er niet worden. Maar... Dus, nou ja, goed, en dat heb ik dus heel veel. Heel vaak dat ik denk van, ja, ik ga dit niet doen. Ik ga het niet tekenen. Ik voel er altijd een beetje strijd op. Loop je dan veel mis? Of ik loop sowieso heel veel mis vanwege... Want ik kan ergens begrijpen wel dat ze het sturen, omdat dat gewoon normaal is voor hun, weet je? Ja. Maar hè, dat je dan, als je terug gaat weg, dat ze dan zeggen van, nou... Ik heb er gewoon niet zo... Ja. Wat ik heel vaak doe is dan... Uiteindelijk sturen ze dan gewoon de informatie en zo. Je moet die NDA ook nog even tekenen. Ja, en dan wacht je net zo lang totdat
je eigenlijk al committed bent en dat ze al op het vliegtuig met één been op het vliegtuig stappen. En ja, ik heb er niet zo veel zin in. Dat had ik toch ook een keer. Wat was het nou? Dat was ook op een productie van jou, hè? Dat ik een of andere shit moest invullen via een website dat niet werkte. En dat ik jou op een gegeven moment belde gewoon en zei van gast, fuck it, haal me maar gewoon van die klus af. Ga het niet tekenen. Helemaal gefrustreerd. Want die gasten wilden het per se hebben. Ja, en uiteindelijk heb ik dus een videoschermopname gemaakt waarin duidelijk werd dat die website niet werkte. Ja, want elke keer moest ik die hele shit invullen en als ik dan op confirmation drukte, gebeurde er niks, ouwe. Nee. En kregen ze niet. Ik ben er fucking lang mee bezig geweest. Dus ja, maar op een gegeven moment ging ik klagen over van, luister, wie gaat die uren vergoeden? Ja. Maar daar begin je al vaak snel over. Ja, dan ga je Hey, Teun, die podcast, je moet wel even... Nee. Ja. Nee, maar het zijn wel echt frustraties, dat soort dingen, man. Ja, ik snap heel goed waar die vandaan komt. Ja, die bouwen toch echt, die zijn heel erg voorzichtig, hè, met Amerikaan. Misschien kan deze ook geen idee, inderdaad. Maar echt met al die contracten en zo. Dus, dat zijn ze heel voorzichtig. Het was wel grappig inderdaad, want die was ook nog dat je een soort van face scan moest doen. Face scan, ja man. Hey gast, deze NDA ging ver of wat het ook was, man. Een background check van wie je bent. En ik heb daar een beetje... Face scan. Gast, dat betekent dat je in iemand zijn systeem staat. Ja, ik vond het ook dat wel. Er gewoon een background check wordt gedaan. Ja. Maar voordat je... Wat was mijn functie überhaupt daar? Ik was driver of zo. Het ging serieus, gast. Ja, PA was je. PA, yeah. Het ging nergens over, man. Dat ik denk van... Voor één dag. Voor één dag. Oh, wow. Zo'n romslomp, jongen. Het ding was, dat weet ik nog wel. Want ik heb daar persoonlijk ook wat moeite mee. Helemaal voor korte producties. Maar dit ging erom dat we dan... In Engeland zijn ze daar vooral heel streng op... Heb ik met Amerika. Nou, Amerika heb ik trouwens ook wel meegemaakt. Als je met kinderen filmt. Maar het schijnt in Nederland trouwens ook nu wel een ding te zijn. Ja. Ja. Maar dat is een beetje waar ik de angst voor heb. En wat ik vervelend vind. En waar ik me ook een beetje tegen probeer te verzetten. Is die. Dat alles doorcijpelt. En dat wij het allemaal maar normaal vinden. En dat wij het allemaal maar overnemen. En een soort van. Het is hysterie, hè, vaak. Het is gewoon letterlijk hysterie. Want ik kan het voorbeeld geven van wat Michel net aangaf. Het was een shoot. Een leuke shoot. Trouwens, die shoot is uit. Dus ik kan ook vertellen waar het over. Maar het was een Engels productiehuis. Voor een Amerikaans netwerk. En het ging over hele bijzondere huizen. Over de hele wereld. Met de presentatrice die dan bij die mensen thuis langs ging. We hadden 3 locaties in Nederland. En 1 van die locaties hadden de mensen van het huis hadden kinderen. Maar ja, daar gingen we dus filmen. Maar Michel is helemaal niet eens in een straal van een kilometer bij die kinderen in de buurt geweest. Want die auto die werd, weet ik van, het einde van een soort van oprijlaan geparkeerd... Of nee, sterker nog, volgens mij was je die dag er niet eens bij. Ik heb niet eens gezien. Nee, die dag, hij was er niet eens bij die dag dat we met de kinderen filmen. Hij kwam op een andere dag. Ik wou net zeggen, ik heb hem nog geen kinderen gezien. Nee, precies, weet je wel. Maar nee, dat moest, want, nou ja, weet ik veel wat. En, ja, sorry, ik mis het punt. Dus je ging naar huis met kinderen en Michel mocht daar niet bij? Nee, daarom moest hij die NDA, of die background check. Dus het is een background check die moest worden gedaan. Omdat je met kinderen gaat werken opzet, moest ik die check doen. Ja, sorry, het was niet heel duidelijk. Terwijl ik niet eens... Terwijl Michel aan het werk was die dag dat die kinderen opzet waren. Oh, wauw. Ja, dus hij moest helemaal gescand en gedaan en background check en dit en dat. En ik vind dat een beetje... Ik vind het een beetje hysterisch, als ik heel eerlijk ben. Ja, het is ook hysterisch. Ja, het komt ergens vandaan, die hysterie natuurlijk. Dus dat is, maar ja, dat gaat ver. Zeker, dit is wel heel hard om... Ja. Zeker, maar het is ook een beetje... Ik moet zeggen, weet je... Ik snap wat er gezegd wordt, hoor. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld als... toen die corona eigenlijk... Het heetst van de strijd in die coronatijd. Ja, toch? Kijk, de videowereld kon gewoon nog doordraaien. Moeilijk. Maar zoals mijn broertje, die heeft al een paar keer een klus niet gekregen omdat hij niet gevaccineerd was. Ja. Dat zeggen ze gewoon. Van luister, we eisen gewoon dat je gevaccineerd bent. En anders mag je niet werken. Dat is gewoon een Nederlands bedrijf wat een Nederlandse crew probeert in te huren. Ja. Snap je? Dus dat zijn dingen die spelen ook mee. Zeg maar. En ik denk dat je nu... Want had jij niet zo'n ervaring laatst ook? Is dat nog steeds zo? Dat is nu nog steeds, want in sommige landen. Ja, sommige landen hebben het. Ja, in Japan heb je weer nog met een mondkapje buiten. Dus. Nou, het gaat. Er zit hier heel veel meerdere lagen in die ik graag wil aankaarten. Want ik krijg dus nog vrij vaak het verzoek van buitenlandse partijen. Dat ik alleen maar crew mag inhuren die volledig gevaccineerd zijn.
één laag daarin is dat je dat... Ik mag dat niet vragen. Als opdrachtgever... Ja, nou ja, goed, technisch gezien mag ik het volgens mij wel vragen. Maar in principe... Hoef je daar geen antwoord op te geven. Dus het is een beetje een soort van raar Nederlands gedoogbeleid. Dan weet je, een beetje zo'n schemergebied. Maar goed, laten we dus vanuit gaan dat ik kan... En ik voel me daar trouwens ook niet prettig bij, hoor. Dat zeg ik ook meteen, want ik wil dat namelijk helemaal niet. Vragen aan mensen, ben jij gevaccineerd? Nee, dan mag jij niet voor mij werken. Dat zal ik ook nooit doen trouwens, hoor. Want voor mij is dat een hellend vlak. En dan kom je heel snel... Nou ja, dan... Waar houdt dat op? Ja. En wie bepaalt dat? En dat is een van de andere onderdelen van waarom ik hier zoveel moeite mee heb. Is dat dit wordt gedicteerd door bedrijven. En nou zal ik nogmaals, moet ik echt even een beetje mijn tong bijten. Want ik word heel boos over de... Ik heb een benaming voor mensen die dit doen. Dit zijn mannen, vrouwen, jongens, meisjes wil ik eigenlijk wel zeggen. Die dan roomser dan de paus willen zijn. Die willen laten zien, kijk ons eens eventjes heel goed zijn. En die bepalen dan, gevaccineerd ja. of zo. Maar je kan het zo geen bedenken. Op een gegeven moment vielen ze in de corona, tijdens de coronamaatregelen, vielen ze over elkaar heen met maatregelen. Ja. De een was nog, kijk ons is even, het wordt een soort van borstkloppen. Het wordt een soort van onwetmatig, onnodig. Ja, dan bedoel je de COVID-managers, de testen, de alles wat iedereen nou ja, bracht. Bij wijze van spreken dat er iemand dan ook kan zeggen, weet je wat wij doen? Wij gaan deze shoot gaan we met 3 mondkapjes. Dat is nog veiliger dan 1 mondkapje. Ja, maar, maar ik chargeer het. Maar er zit dus iemand van, die kan zeggen, kijk baas, ik heb hiervoor gezorgd dat iedereen met 3 mondkapjes loopt. En iedereen opzet. Ik wil toch werken. Kramp ademen, maar goed, ik weet je. Dat is idioot. Dus het gaat mij erom dus dat mensen, vooral commerciële bedrijven en hun eigen regels implementeren en daarin geen maat meer kennen. En op een gegeven moment werd het dus alleen maar bijna een soort van competitie om te laten zien van wij zijn nog strenger, wij zijn nog beter, wij zijn nog... Competitie tussen jou en de klant bedoel je? Nee, tussen bedrijven. Oh, dus ja, degene die regels opleggen. Dus die de regeltjes proberen te verzinnen. Om te laten zien van bij ons opzet... Ja, dat zijn vaak grote productiemaatschappijen die gewoon zeggen dat Disney bijvoorbeeld zegt van is goed, maar als je nog met Disney wil werken, moet je gevaccineerd zijn en 5 mondkapjes dragen. Ja. En wie de fuck is Disney om dat te kunnen zeggen tegen een... Groot bedrijf dat goed betaalt. Ja, maar dus ben je slaaf van die... Dat is het. Ja, het is van die regels die een groot bedrijf, omdat je dan maar werkt, omdat je dan maar ga je met een kutgevoel naar je werk. Ja. Waar trek je de grens? Dus hier in Nederland, dus waar Mies denk ik ook op, weet je wel, we zijn nu in Nederland op een plek waar we mogen werken, waar we zonder mondkapjes mogen rondlopen, dat bepaalde inzichten anders zijn geworden. Dat we naar ons werk mogen zonder een vaccinatiebewijs of een QR-code. Ja. Dan is het niet, vind ik, aan een buitenlands bedrijf om mij als tussenpersoon hier in Nederland, maar voor mij kan je elke willekeurig andere line producer of fixer invullen, op te leggen dat zij alleen maar, dus dat op die set alleen maar gevaccineerde mensen mogen werken. Dat is fout. Dat klopt niet. En dan kan je zeggen, de opdrachtgever mag dat vragen. Nou, nogmaals, het mag vragen, mag altijd, want dan ben ik puriteins. Maar goed, maar het klopt niet, het is fout. Mag het niet opleggen? Nee, dit is ook nog eens een keer een eis. Een opdrachtgever kan op een gegeven moment kunnen ze ook zeggen van, noem het dwarsstraat, je kan het zo, weet je wat, het is een hele vlak. Ik gaf het voorbeeld aan Teun ook, ik zeg, kijk, in mijn wereld vind ik het normaal om mensen dood te maken. Snap ik. Ja, ik zeg dat die gewoon. Die komt uit het niks, man. Ik vind het gewoon, in mijn wereld is dat normaal. Nee, maar dat zijn regels. Het komt een beetje hetzelfde. Het komt hetzelfde neer als dat mensen eigen regels gaan maken. Dat bedoel je. Okay. Op een hele heftige manier. Ik ga, weet je wat. Nee, ik snap wat je bedoelt. Deze productie ga ik gewoon zeggen dat iedereen op roze schoenen moet komen. Want anders mag je niet werken voor mij. Ja, maar dat is het. Snap je wat ik bedoel? Maar dat is hetzelfde als ik het even doortrek naar dus bedrijven die hun eigen betaaltermijn maar verzinnen. Oh jeetje. Nou, ik wil nog heel even wat over die schoenen. Nee, want je zegt die roze schoenen, dan kom ik zo op die betaaltermijn. Want ik weet dat je daar graag naartoe wil. Ja, jongen. Ja. Dat ook heel kort leuk bruggetje was. Maar nou, kijk, die roze schoenen is nog zoiets.
je kan natuurlijk wel op een bepaalde set eisen dat er werkschoenen worden gedragen. Dat is iets. En dan, ja, dan kan je zeggen, je moet werkschoenen kopen. En dan kan je ook nog zeggen, van daar wordt voor betaald. Maar dit heeft ook met persoonlijke integriteit te maken. Dit heeft over je eigen lijf. Ja. En het is natuurlijk, je kan het ook constructiever bedenken. Je kan nog een dwarsstraat verzinnen. Bijvoorbeeld van wij willen niet werken met mensen met tatoeages. Nou, daar kan je ook een argument voor vinden. Misschien zijn er sommige situaties waarin tatoeages niet kunnen. Maar dat is ook al een punt Verkeer. Waarvan ik zou zeggen, je moet het wel heel goed onderbouwen bij mij. Wil ik zeggen, daar ga ik mee akkoord. Ja. We willen niet werken met iemand met een hakenkruis getatoeëerd op zijn voorhoofd. Oké, kan ik inkomen. Maar iemand met een bloemetje op zijn hand, of wat heb jij allemaal voor moois? Ogen. Als hij zijn werk goed doet. Dat is het ding dus. Kijk, in deze maatschappij ook. Want ik ben vroeger geweigerd om tatoeages op mijn handen. Bij de Albert Heijn bezorgservice schijnt. Ja, maar dat is wel minder. Dat ze zeggen, niemand aan. Nee, maar dat tattoos gewoon zichtbaar draagt. Nee, die tijd is wel een beetje veranderd. Ja, maar toen stopte ze ook een kop al in het zand. Maar, even, wat een goeie is. Jij zegt, die tijd is veranderd. Maar dat is natuurlijk wel veranderd met een voortschrijdend inzicht. En met mensen die op een gegeven moment hebben gezegd, nee. Nee, exact. Ja, klopt. En dat is waar ik heel stellig in probeer te zijn. Wat voor reacties krijg je dan meestal te horen? Gelijk van, cool. Hoe gaat zo'n reactie inderdaad? Want die crew, kijk, ik ben nu een crew. Groot maatschappij. Ik zeg, luister, pik, alleen gevaccineerd. Nou ja, ik heb het afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt. Ik ben met veel productiehuizen in gesprek gegaan. Ik heb, aan de mazzel dat ik hier en daar dat ik ben aangeraden of dat ze echt met mij wilden werken. Nou, dan kom je al een stuk verder natuurlijk. Ik vind dat ik in mijn recht sta. Dus dat geef ik ook heel duidelijk aan. Hey jongens, ik snap waar jullie vandaan komen, maar hier in Nederland werkt het gewoon niet. Dan geef ik wat argumenten. Zeg, we zijn gewoon vrij om te werken. Wij mogen dit en dat en zo en zo. Dus ik ga dat niet doen. Ja. En dan zal ik altijd in een bijzintje zeggen, weet je, wij dragen hier als Nederlands crew enorme verantwoordelijkheid. Als mensen sniffen of zo, weet je. Nou, je kan er nog een beetje in schipperen. Al ben ik daar ook trouwens wel voorzichtig in, hoor. Om daar een vinger in te geven, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar goed, ik heb dus nu afgelopen week heb ik een verzoek binnen gehad voor een leuke productie, denk ik, voor een heel groot netwerk. Daar las ik het in hun brief naar mij toe, waarvoor ze dan welke een offerte voor zou opstellen. Dus ik ben meteen naar ze toe teruggegaan. Ik heb gezegd van, nou jongens, ik lees nu dit. Dit hoor ik voor het eerst. Ik kan daar niet mee akkoord gaan. Ik kan daar niet aan voldoen ook, vanwege, zo. En toen kreeg ik het berichtje terug. Wacht dan maar met het maken van je offerte. Ik ga het hier overleggen met het team. Ja. Maar ik lees ook wel een klein beetje in het kortaf berichtje wat ik heb gekregen, dat het zeer waarschijnlijk is. Dat ik het niet word. Hij was al uitgezet. Dus er zijn waarschijnlijk al meerdere partijen. Dat ik hem waarschijnlijk niet word, want dat wordt te veel moeite voor ze. En dan moeten ze allerlei dingen gaan veranderen. Ja. En wat ik wel het kwalijke vind, en wat ik ook wel het jammere vind, is dat ik weet dat er dus mensen die klus wel gaan aannemen. Ja, zeker. En dus nu een crew gaan selecteren die volledig gevaccineerd is. Ja. Ik vind dat kwalijk. Ik vind dat echt kwalijk. Ik vind dat griezelig. En ik vind het fout. Ik kan het niet anders zeggen. Ik vind dat fout. Ik ben het mee eens. In dat opzicht. Want dit is wel iets meer dat echt over je lichaamsgezondheid gaat. Weet je, dat is de keuze van iemand, inderdaad. En met andere woorden wordt er gewoon gezegd, je bent niet vrij in uiteindelijk denken. Wel, maar ook vanwege de regels die bij hun nog gelden. Daar gaat het mij om. Ja, precies. Ze drammen het door. Ik heb ook meerdere opdrachten nog gehad afgelopen jaren, waarin mondkapjes, wat jij zegt, in Japan is dat nog heel gebruikelijk. In Amerika in sommige stukken ook nog wel op zet, geloof ik. Dat ze dat hier ook eisen. En dat ik dan uitleg, ja, jongens, ik wil niet heel lullig wezen, maar wij hebben dit niet meer. Wij hebben geen mondkapjes. Ik zou het eventueel kunnen, met lichte tegenzin, kunnen vragen. Maar in principe kunnen mensen daar gewoon nee op zeggen. Want dat hoeft niet. We zijn hiervan gevrijwaard op dit moment. En ik voel me er ook onprettig bij. Ik wil eigenlijk ook niet meer de hele dag met zo'n mondkapje oplopen. Want wat je ook krijgt, is dat als ik straks met 10 man
op het, weet ik veel, Marie Heinekenplein staat te filmen, midden in de stad, vrij zichtbaar. Met een hele crew met mondkapjes. Ja, de rest van Nederland niet. Dan komen er allerlei mensen voorbij. En dan komen er misschien ook nog wel wat andere mensen die filmen, een andere productie. Oh ja, maar misschien moeten wij dat dan ook wel weer gaan doen. En dan krijg je dus weer die rat race. Klopt. Van, oh ja, maar wij moeten nu ook laten zien dat wij verantwoordelijk zijn. En dat was in Japan, was dat. En daar was al lang voor, je hoeft er geen mondkapje meer. Maar omdat de regering steeds zei, kennelijk, dat zei mijn vriendin, en die komt uit Japan, dus die zei, zo werkt dat hier. De regering zei steeds, het hoeft niet meer, maar het is waarschijnlijk beter als je het blijft dragen. Dus doet de hele bevolking het. En terwijl ik daar rondliep zonder kapje, en Shino ook, mijn vriendin, we waren letterlijk de enige. Ik voelde echt wel druk van, ja, ik zie ook wel mensen naar mij kijken. Van, nou ja, laat ik het dan maar doen, weet je wel. Het is wreed dat dat zo is, man. Ja, ja. Want ik heb me hier in Limburg, was ik toen een weekendje, het was net, volgens mij 2 weken was het, het was niet eens een verplichting nog, maar dat was ook een soort van, in het begin was het toch zo'n soort regel. Van, je moet in je vrije tijd in de supermarkt een mondkapje dragen, maar er waren nog niet echt gevolgen als je het niet deed, zeg maar. Oké. Dus ik liep daar ook zonder mondkapje. Maar ik had nooit echt gevolgen. Maar was een streng aangegeven. Ja, nou ja, in ieder geval. Ik liep daar doorheen, jongen. Nou, als blikken konden doden, jongen. Dan was ik gemarteld, jongen. Pittig. Echt. Maar sociale druk is natuurlijk een enorm ding. Dat was hem, ja. Ja, dat creëren ze wel heel vreed aan mee. Ja, het is iets waar ik in mijn leven lang al een beetje tegen vecht. Want ik vind... Maar dat vind ik wel knap, hoor. Dat je aan je principes dan ook houdt, inderdaad. Dat zegt dan ook wel gewoon iets als... Maar je moet ook niet alles voor geld willen doen. Nee, precies. Maar dat vind ik gewoon knap als persoon, als professional. Om dat te blijven zeggen van, ja, weet je, ik kan me betalen. Nou, tenzij het wel een heel bijzonder bedrag is misschien. Weet je wat ik... Weet je wat ik dan breed vind, hè? Ik heb ook op producties gestaan in die coronatijd. En er was er een COVID-manager. En die had van alles bij zich. En zocht ons testen en mondkapjes. En je mocht geen zakkie snoep van het 4 uurtje afpakken zonder handschoenen aan. En weet ik veel. Maar luister dan, hè. Gedesinfecteerde handen, had ze zo'n spuitje bij erin, alles dit en dat. Hey, gast, en om 4:30, 5:15 zag ik diezelfde chick gewoon zonder kappie lopen. Gewoon snoepjes pakken. Die snoepschaal staat in ene op een tafeltje, onbeheerd. Iedereen pakt gewoon. En dan denk ik van... Het gebeurt ook maar half. Dus dat zegt mij gewoon dat het gebeurt. Het omdat het zo gezegd moet. Maar niemand neemt het eigenlijk echt serieus. Ja, zelfs de COVID-managers. Zeker bij het begin was het natuurlijk heel, heel lastig. Ja, maar ik heb dus geen met halverwege die productie gezegd van... Luister, nee. Ik draag geen mondkapje meer, man. Stuur me maar naar huis, ga met producent praten. Ik doe het niet meer. Okay. Ik ben er klaar mee nu. Ik ga het niet meer opzetten, want na 4 heb niemand er meer op. En soms draaien we gewoon tot 7 uur door. Dus waarom moet ik hem dan voor 4 wel op hebben? Ja, nee, mensen zien het en dit en dat. Nou, je krijgt een beetje gezeik met die COVID. Ja, letterlijk dus. Sociale druk en zichtbaarheid. En wij moeten bewijzen dat wij beter zijn. Ja, dat is het. Mensen willen het niet eens. Die geven vooral die rat race van grote bedrijven. Ja. Die geven er allemaal om wat mensen van hun vinden. Ja, en we moeten eigenlijk een beetje van die cultuur af. Van die soort ego. Ja, dat is waar. Je mag best ego hebben, maar niet op die manier van... Hé, weet je wat, laten we het gewoon voor het boekje buitenwereld. Die foto moet perfect zijn. Maar alles eromheen is gewoon kut. Snap je? Zo moet het gewoon niet zijn. En, niet verder voor... en daarom snap ik wel dat hij ook een grens trekt. Zeker, ik vind het heel goed ook. Wil ik toch weer teruggaan even naar het bruggetje van die betalingstermijn. Ja, daar zijn we. Ja, dan wil ik nog een bruggetje maken naar ego. Want dat heb ik ook nog wel wat over te zeggen. Ego in de videowereld. Maar luister, zal ik deze begeleiden? Eerste bruggetje. Geef me mijn bruggetje. Geen bruggetje. De tweede keer dat Michel een bruggetje wil maken. Maar luister, het komt op hetzelfde neer. Hè. Ik heb nog steeds vandaag de dag, en ik weet dat we vroeger was het anders, en hadden bijvoorbeeld Albert Heijn, daar heb ik mijn broertje wel eens over gehoord, dat als hij voor Albert Heijn werkte, hadden ze gewoon standaardregel, ik betaal met 90 dagen betaaltermijn. 90 dagen? 90 fucking dagen. En dat was voor een gemiddeld groot bedrijf van dat kaliber, normaalste zaak van de wereld. Normaal. Toen is er een wet gekomen. 30 dagen aan ZZP'ers, freelancers, whatever. 30 dagen betaaltermijn. Iedereen. Om hun ook te beschermen en hun inkomen te beschermen. Want als iedereen pas na 30 dagen of na 90 dagen betaalt, dan heb je ten eerste de eerste 3 maanden heb je al niks. Want dan moet je dus maar even doorheen komen, weet je. En ten tweede, jij moet ook leven, eten, investeringen. En ja, kijk, deel ik snap het. De grote oplossing hiervoor is geld hebben, snap ik. Maar ik denk dat ook dat een beginner of iemand die net video's maakt of wat voor creatief beroep dan uitoefent.
Ik vind gewoon dat betaaltermijnen gehanteerd moeten worden. En nou, hoe meer ik daarover nadenk, hoe minder het in de praktijk gebeurt. Want iedereen echt, ik heb wel 10 klanten die allemaal wat anders doen. De ene zegt, ja nee, we betalen met 40 dagen. De andere zegt, we betalen met 60 dagen. En de andere zegt weer van, de 30 dagen gaan pas in op de eerste van de maand. Dus als ik de tweede van de maand schiet, moet ik 28 dagen wachten voordat mijn 30 dagen ingaan. Dat zijn allemaal eigen huisgemaakte regels die wet ingaan. Waarvan ik denk persoonlijk van oké, ik irriteer me daar best aan dat veel bedrijven dat zo doen. Ja, want waarom niet gewoon? Het zijn gewoon grote bedrijven die het geld gewoon hebben. Ja. Maar het is wel, twee dingen. Eén, dat bedrijven verder dan 30 dagen betalen. Dat bedoel, een betalingstermijn van 40 dagen hebben, 60 dagen, 90 dagen. Dat slaat nergens op. Fact, weet je. Maar het is wel goed om de gaten te houden. Want als jij zegt, die termijn gaat in vanaf deze datum. Kijk, hoe groter het bedrijf, hoe gestructureerder het is natuurlijk. Dus die hebben gewoon betalingsdagen. Factuur, dan gaat alles eraf. Er is niet iemand altijd achter van, ik heb alleen Michel aan mijn hoofd. Nee, je hoeft hem niet alle minuten te betalen. Nee. Maar je weet gewoon dat je 30 dagen hebt. Dus ik vind dat wat je nu zegt, vind ik eigenlijk alweer een kutargument. Want het bedrijf heeft zijn structuur erop ingericht dat we maar één keer in de 60 dagen betalen. Nee, maar dus dan moet jij daar maar dupe van zijn. Tenminste, maar het is een ervaring. Ik denk niet wel andere ervaringen. Ik heb altijd, voor mezelf ook, ik heb 2 keer in de maand dat ik facturen ga betalen. Ja. 2 keer in de maand. Ja, veel bedrijven hebben dat ook. Ja. En ook in de week of wat dan ook. Maar ten eerste betaalt iedereen altijd te laat. Op een uitzondering na. Ja. Op een uitzondering na. Bij mij altijd binnen een uur, vriend. We hebben wel eens echt letterlijk binnen een uur gehad. Gewoon van, hey, wow, dit is karakter, man. Breed. Ik heb ze ook wel eens. Maar goed, veel bedrijven betalen gewoon niet. En persoonlijk heb ik gewoon iets gecreëerd bij mezelf dat het me is gaan irriteren. Gewoon. Ja, het zijn er zoveel die eigen regels verzinnen. Ja. En dan denk ik van, oké, we hebben Chantal in de Charlotte in de uitzending gehad. Die jurist. Die jurist inderdaad. Die ook zei van, luister, het werkt zo op deze manier. Luister die podcast terug, als je het wil weten. Ja. Maar het komt erop neer dat je vooraf afspraken kan maken over betaaltermijn. Ik heb aan de hand van haar ding heb ik ook op elke offerte nu staan dat er 14 dagen betaaltermijn is als je met mij werkt. Tenzij ik daar een tegenbod op krijg of niets van hoor, dan gaat het stilzwijgend na 30 dagen als een klant dat wil. Want daar kan ik ook niks op zeggen. Maar als ik dan, weet ik veel, dat had ik ook laatst zoiets, dat ik na 38 dagen en de 2 mailtjes gestuurd heb van, hey jongens, is geherinnerd, wordt ook niet op gereageerd, niks. Dat ik na 38 dagen, ja nee, maar we betalen met 50 dagen. Zeg maar, hoezo? Vind ik wel dan? Een hele rare. Waarom heb jij dat nooit meegemaakt? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat 50 continu, dagen. Continu, gast. Maar dat zijn juist grote productiemaatschappijen ook. Die met wat voor reden dan ook hun geld liever op de bank houden. Als dat en ze betalen ook niet nooit binnen 30 dagen. Ze betalen altijd op de 30 dagen of net daarna. Maar voor jou lijkt me dat misschien. Want als je een productie als fixer bent, dan gaat. Begrijp ik het nou goed? Jij krijgt het hele geld en jij gaat dat dan weer andere mensen van betalen? Ja, dat begrijp je goed. Het hele geld niet. Er blijft natuurlijk heel veel nog ergens wat hangen. Nee, ik krijg mijn budget. Ik stuur een. Kijk, ik maak een offerte. Ja. Voor jou is het nog moeilijker, want jij moet andere mensen daarvan betalen. Ja. Nee, dat klopt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het heel graag willen afkloppen ergens, maar tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Het enige probleem wat ik met betaling ooit heb gehad is met een Nederlands bedrijf. Maar mensen verzinnen het gewoon waar je bij staat. Maar vertel eens. Nou ja, goed, ik maak een offerte. Dat is, daar zit ook nog een dingetje in, want ik begroot altijd redelijk groot en ruim, want ik haat verrassing achteraf. Ik wil eigenlijk nooit achteraf bij een klant terugkomen van, hey, ik krijg nog 5.000 euro extra van je. Gaat eigenlijk altijd, kom ik terug met een offerte die 5.000 euro lager is. En dan heb je altijd namelijk een leuk, oh dat valt me. Ja. Weet je, dat zit hem bijvoorbeeld in parkeerkosten. Van alles. Ik kan echt alles verzinnen. Van alles. Maar goed, ik baseer ook parkeerkosten bijvoorbeeld, baseer ik ook echt gewoon op de prijs die het is geweest
Dus als Mich op 6 staat en hij parkeert 3 uur, dan heb ik €75 begroot en hij stuurt mij een bonnetje voor, weet ik, voor €18. Dan ga ik niet de klant €40. Weet je, op andere dingen wel. Ja. Heb je een budget van een paar duizend euro, dan ga je €40. Nee hoor, en dat vinden ze ook eerlijk en leuk. Alleen, weet je, soms rij ik wel eens met, weet ik veel, 10 auto's of zo voor 3 dagen. €75 is dan het bedrag in Amsterdam voor een hele dag die begroot. Nou ja, 10 auto's maal 75 maal 3. Reken maar snel uit. Ja, 2250 geloof ik uit mijn hoofd. Maar alleen dat, al een parkeergeld. Als contingency. Dus als, zeg maar, hou er rekening mee dat in het allerergste geval zou dit het kunnen zijn. Ja. Is het niet, maar zou het kunnen zijn. Ja. Nou goed, dus zo maak ik mijn begroting. Dat is een groot bedrag. Dan zeg ik, ik wil 50% vooraf. Soms zeg ik 75%. Dan gaan ze meestal een beetje schutteren. En wat ik het grappige daaraan vind, is dat dan stuur ik een factuur met mijn voorschot. Want dat moet natuurlijk voordat de productie begint of voordat ze hier zijn. Ik ben daar trouwens niet zo heel erg stellig op, hoor. Want ik werk over het algemeen echt wel met grote bedrijven. Dus die zijn wel goed ervoor. Okay, wel heel veel vervolgvragen. Moet jij niet ook gewoon 50% hebben om dingen te betalen? Want wie betaalt dan zo'n parkeerkosten ter plekke? Dat moet jij dan toch zijn? Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, als je niet 50% krijgt vooraf of 75%. Ik bedoel, ik vraag een klant waar ik nog nooit mee heb gewerkt, vraag ik 50% vooraf. Ja, precies. Maar een klant waar ik al heel lang mee werk, nee, dat maakt me niet uit. Maar dan maak je zelf die kosten voor in je hoofd, als het ware. Want je maakt sowieso kosten natuurlijk. De ook reden dat mensen 50% vragen vooraf is omdat de kosten zijn voor tijdens de productie. Maar ik heb eigenlijk nooit kosten vooraf. Ik ben in een gelukkige omstandigheid dat ik natuurlijk wat bedrijfsbudget heb. Dus ja, ik kan gewoon, als ik auto moet huren, busjes moet huren, dan kan ik die afrekenen en betalen. Ja, dat is prima. Kijk, mijn facturen krijg ik achteraf. Nou, meestal betaal ik vrij snel. Als ik nou echt een productie heb van 20 man, dan wil ik nog wel eens even zeggen, hey jongens, even wachten tot ik er weer een beetje. Ik heb een bepaalde onderbuffer op mijn rekening, waar ik in principe niet onder wil. Maar dat komt zelden voor eigenlijk. Ja, want dat wou ik inderdaad. Dat is wel anders, denk ik. Ik doe ook veel producties. Kleinere mate dan jij. Maar inderdaad, ik heb nu wel een buffertje gelukkig, want ik wil de crew die ik inhuur wel zo snel mogelijk betalen. Ja. En als, ja, maar je komt wel, toen ik dat niet had, toen was het inderdaad wel van, ja, oké, ik heb 5 mensen ingehuurd. Ja, luister, ik wacht nog steeds, weet je wel, dus. Ja, maar eigenlijk kan dat toch niet. Ook. Nee, dat kan ook niet. Nee, maar dat is de situatie. Je, ik heb wel eens kijk, het is niet dat ik altijd op geld zit te wachten natuurlijk, maar ik vind ook gewoon ergens, ik had een keer ook een vriend van mijn collega, die had een shoot, die had ook 13 man ingehuurd. En uiteindelijk heeft hij niet kunnen leveren naar zijn klant. Dus die klant ging piepen van, luister, die heeft niet geleverd wat beloofd is. Maar hij heeft 13 man rondlopen. Ja. Die allemaal de factuur hebben gestuurd. Dat is het risico van en hij is dus in een rechtszaak beland met die klant. En hij zei ook tegen iedereen van, ja jongens, sorry, maar je moet lekker wachten tot ik mijn geld heb. En uiteindelijk heb dat 6 maanden geduurd. Waarvan heel veel mensen van die 13, kijk, ik ken hem, ik geef hem de ruimte, hij heeft mij uitgelegd. Maar hij heeft niet bij iedereen die decency genomen om het zo goed uit te leggen. Nou, en goed. Niet iedereen had begrip daarvoor. Dus mensen hebben gewoon advocaat op zijn dak gegooid. Ja, maar dat van, is luister, ook ik krijg van jou nog. Dus dan is zo'n onderbuffer is lekker. Maar het blijft altijd wel een risico natuurlijk. Want stel dat je in zo'n situatie terechtkomt. En persoonlijk heb ik wel meerdere zin. Ik heb ook een groot bedrijf gewerkt. Zat ik als freelancer vast als een in-house freelancer vast daar elke week. En deze mensen hebben mij 7 maanden niet betaald. Ja, maar ik heb wel daarom sta ik zo dubbel in jouw verhaal. Want voor mij zit er altijd een verhaal achter. Want dus bijvoorbeeld die jongen waar je net vertelt, jongen geloof ik, weet je, dus die in een rechtszaak komt en die kan betalen, die heeft met alle goede intenties heeft hij zo'n klus aangenomen, die komt in een hele rottige situatie. Ja, precies. Nou ja, in mijn geval zou ik zeggen, of zou ik niet zeggen, zou ik denken, weet je, kijk, de meeste crew waarmee ik werk ik al jaren mee, die kennen mij, daar heb ik een soort van goodwill bij. Tuurlijk, op zekere hoogte, tuurlijk, hoor. Ik bedoel, als zij 10 dagen hebben gewerkt en ze krijgen nog €5.000 van mij, is die goodwill op een gegeven moment op. Maar als ik tegen hun zeg, hey jongens, dit is het geval, ik zit ermee in mijn maag, ik ben ermee bezig, dan geven ze me die slack, geven ze me die ruimte. Ja, ik ook dus. Dat is zeg maar, dan kom je ook weer terug op communicatie. Ja. Nou, het grootste betalingsprobleem wat ik ooit heb gehad is met een Nederlands bedrijf waarvoor ik had gewerkt.
En nou ja, goed, ik zat niet op het geld te wachten in zoverre dat ik gelukkig mijn huur kon blijven betalen. Alleen dat heeft uiteindelijk iets van 4-5 maanden geduurd. En ik heb daar ook nog met andere crewleden mee gebabbeld. En ik ben heel relaxed. Dus af en toe heb ik een mailtje gestuurd van, hé jongens, wat is de status? Als er nou wat aan de hand is, in die mailtjes ook, bel me dan eventjes. Ja. Zeg nou gewoon wat, weet je wel. Dan word je doodgezwegen of je krijgt een of ander lulverhaal. Ja. Of het verhaal waar ik ook echt toen de tijd op een gegeven moment was ik kwaad hoor. Ik zeg van, ja nee, we betalen morgen. En dan weet je, dan is voor mij morgen niet eens morgen hoor. Dan wacht ik nog even een weekje en dan staat het nog niet op de rekening. En op een gegeven moment, dan ben je tegen me aan het liegen en met me aan het spelen. Dus dan ja, toen heb ik op een gegeven moment, en dat zal ik echt niet snel doen. Nou, sterk nog, de eerste keer in mijn leven. Ik zeg, jongens, 2 dagen. 2 dagen staat op mijn rekening. Anders gaat hij naar een incassobureau. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. En ik heb ze alle ruimte gegeven om even te vertellen van... Ja, man. Ja, toen had ik het binnen 2 dagen. Toen hebben ze alles bij elkaar geraapt. Dan heb ik er ook geen medelijden meer mee. Ja, ik heb een keer een verhaal meegemaakt. Het was een Griekse crew. Kwam hier schieten. En dan moesten we naar dat Piano Museum in de Westerstraat. Ah ja, leuk is die Pianola Museum. Pianola, ja. Een van de 65. Precies. Moesten we daar filmen. En wij filmen. Goede vibe. Alles top. En geen probleem. En ik kreeg iets van 12 mei van ze voor 2 dagen B-cam of zo. Weet ik veel wat het was. En een vriend van mij, collega, die zit daarop. En hij deed de productie. En ik stuur hem een factuur. Hij zei, ja, nee, zodra ze betaald hebben, dan betaal ik. Weet je, natuurlijk, geen probleem. Wat ook als gevolg heb vaak, dat als er een edit aan vast zit of iets, dat die factuur van hun pas veel later gestuurd wordt. Dus dan zit je automatisch ook weer vast aan een veel lange termijn. Maar wat het geval nu was, crew gaat terug naar Griekenland. Gasten nooit meer gehoord. Hij erachteraan, factuur gestuurd. Na maanden krijg je nog geen geld, nog geen geld, nog geen geld. En hij is een slimme gast. Weet je? Hij heeft het zo gedaan dat hij heeft dat filmfonds in Griekenland benaderd. Want hij kwam erachter dat die productiemaatschappij gefinancierd werd vanuit hun voor bepaalde projecten. En dat wist hij, want het was een documentaire dus over weet ik veel wat. Mm-hmm. En dat dit werd ook gefinancierd door dat filmfonds in Griekenland. Mm. Dus dat productiemaatschappij heeft geld gehad van een fonds om die docu te maken, mm-hmm, en ook ons in te huren en dit en dat en zo. Dus uiteindelijk heb die gast dus een mailtje moeten sturen naar dat productie of naar dat filmfonds. Dat filmfonds heeft een boze brief gestuurd naar dat productiehuis. Mm. En 2 dagen later stond het geld op onze rekening. Ja. En dit was echt 4-6 maanden later. Hè. Echt fucking, het heeft echt lang geduurd. Yes. Maar het ziekste wat er eigenlijk gebeurde, is dat hij dus een boos mailtje kreeg van het productiehuis. Van gast, waarom ben je daarheen gegaan? We hebben flink op ons kop gehad nu en zus en zo. Ging niet nog zielig doen. Dat zijn, want ik, ja, uiteindelijk had ik je echt wel betaald en dit en dat. En denk ik van, hey gast, wow, eventjes man. Ja, dat zijn juist dingen waarvan ik dan... Ja, maar gaan zomaar met een andere situatie. Kijk, je kan nooit aannemen wat een andere situatie is, financieel ook, vind ik. En daarom vind ik het zo achterlijk dat veel grote bedrijven of niet goed communiceren. En zoals een Albert Heijn gewoon dan zegt van, ja, ik doe fucking lekker 90 dagen, want koekeloeren. Dat vind ik echt heel bizar. Ik heb een keer te horen gehad van iemand, zei ik ook van, die zei tegen mij ook, dat was het verhaal met die van de 30 dagen gaan pas in aan het einde van de maand. Vanaf de eerste. Ja. En dat ik de vierde een klus had gedaan. En ja, ik zeg gewoon, luister, wat jullie doen moet je zelf weten. Ik ben er niet mee akkoord gegaan. Je kan me zoveel voorwaarden sturen als je wil. Ik ga er niet mee akkoord. Heb ik ook aangegeven in een mailtje. Hun zeiden, nou, dan zoek je toch lekker een andere opdrachtgever. Ik zeg gewoon, wacht, jullie huren mij in, hè? Jullie hebben mij benaderd. Ja, dat is wel de conclusie dan natuurlijk. Ja, maar dat is ook de ego die ze eraan vasthouden. Van, je moet gewoon je bek houden. Dat is wat ze eigenlijk zeggen. En het gaat mij nog niet eens puur om het feit dat ik dan of geld nodig heb. Of tuurlijk kan ik vaak genoeg gewoon wachten. Er is niks aan de hand. En ik ben ook echt coulant. Maar als je inderdaad shit gaat vertellen aan me. En dan ook nog eens een ego erbij heb. En dat ik denk van wacht even. Ja, maar uiteindelijk ben jij een kleine spillen. Dat is het ding. Ja, je bent een kleine radertje. Ik vind niet dat je zo behandeld wordt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is het dan. En het is aan jezelf op een gegeven moment, waar trek je de grens. En het mooie is, en daar heb ik jou volgens mij ook wel eens vaker over horen praten, is... Daar zou je eventueel een union vakbond voor kunnen oprichten. Want dan sta je sterker. Met meer mensen sterk. Tuurlijk. Ik ben er ook niet helemaal voorstander van trouwens. Maar kijk, het gaat in grote lijn. Maar jij zegt het net zelf. Een klant zegt, dat heb ik ook een paar keer gehad. Ja, nee, morgen staat erop. Wacht je weer een week inderdaad. Want je bent, hè?
Goodwill, je geeft hem nog even wat slack. Ja, nee, ik ga het maandag echt overmaken. Oké. Ja, maandag, oh, vrijdag staat het er nog niet op. En dan denk ik geen van, oké, wie ben je nou voor de gek aan het houden? Ja, maar dan trek je toch de grens. En dan zeg je op een gegeven moment, na een paar dagen, bel je, nou, wat ik dus heb gedaan, niet dat perfect is, maar dan bel je zo en zeg je, jongens, nou, het is nu af. Lieve Pietje is klaar. En dan zeggen ze nog, ja, volgende week ga je met de betaling mee. Want ze zeggen eigenlijk computer says no. Okay, want niemand kan gezegd bij die computer om je geld over. Nee, maar ik wil als jij... Mag ik heel even? Ik wil heel graag naar de wc, heel eventjes. Als ik natuurlijk, man. Moet je weer plassen, jongen. Ja, dan gaan we go. Ja. Nee, dat komt wel goed. Uiteindelijk klopt het wel. Daarom ben ik zo meteen ook wel benieuwd om te horen. Een van de dingen is van bedrijven, die hebben inderdaad vaste betaaldagen. Dus het is inderdaad niet zo, in dat opzicht ben je vaak wel de kleine speel. Hè? Dat ben je ook zelf bewust van. Tuurlijk, dat snap ik ook. Dus ik had nooit die dag na. Kijk, 90 dagen of zo, bizar. Heb ik nog nooit gehoord en dat is gelukkig dan veranderd. Dat gebeurt nog, ouwe. Dat gebeurt nog. 40 dagen, whatever. Ze ja, dat is bizar. Mijn ervaring, en nogmaals, dat is het nadeel van een eigen bedrijf hebben als ondernemer. Er zijn genoeg klanten die maar zitten. Ook een klant die stuurt me... afgelopen zondag een screenshot dat hij mij betaald heeft. Ik zeg altijd, je moet een screenshot sturen, dan geloof ik het wel. Want het is vaak ook via internationale dingen. Ja. Ja, stuur ik screenshots nou een week later. Het is nog steeds niet mijn bankrekening. Dus ga ik toch weer van, ja, luister gast. Weet je wel, ik zeg het elke keer weer. What's going on this time? Wat ik het grappige vind, is dat uiteindelijk, ik ben de kleine speel. Maar er is ook een soort cultuurtje ontstaan van, ik mag niet vragen naar mijn geld. Want als ik ze twee keer herinner... Dat voel ik zeker, ja. Okay. Als ik ze twee keer herinner en het derde mailtje is van... Hey jongens, is er iemand om überhaupt gehoor te geven aan dit mailtje? Dan word je al niet meer gebeld, gast. Ja. En dan moet je om je eigen geld vragen. Vervelend, ja. Na die 30 dagen. En bij mij is het gewoon een dingetje, net als wat met hem is. Ik vind dat we dat moeten doorbreken door vooraf gewoon te communiceren. Want ook vanuit de kant van de freelancer wordt er te weinig gesproken over dit soort dingen. Ja. Ik heb gewoon waarom, als ik mijn telefoonrekening afsluit, zakelijk, heb ik officieel ook 30 dagen. Ja, ja. Maar waarom staat er dan toch 14 dagen op? En als ik niet betaal binnen 14 dagen, dan heb ik binnen 3 dagen een verhoging te pakken. Snap je wat ik bedoel? Ja, het komt uiteindelijk terug op communicatie. Ook weer, zeker, hè? Maar ik ben er gewoon voor om juist op een juiste manier te communiceren. Zeker. Wat Charlotte zei, stuur gewoon in jouw offerte wat je betaaltermijn is. Hou je 30 dagen aan, doe je 30. Ik zet er altijd 14 op. En ik hoop 14. Dat de mensen dat dan eren. Maar doe je dat niet, is het 30 dagen ook goed. En ik ben echt niet dat ik gelijk... Ik stuur na 14 dagen een herinnering. Precies, maar dat doe ik ook wel. Maar ik ga niet op dag 31 meteen zeggen... Ja, nee, hij wordt verhoogd. Of ik ga dreigen of wat dan ook. Ik verwacht gewoon dat als je met een productiemaatschappij werkt... En het is altijd gezellig opzet. Ja. Ook met de mensen die je moeten betalen. Maar op het moment dat er betaald moet worden, gaat het raar. En dat heb ik zo vaak gehad. Ik heb wel een interessante case hier. Het is toevallig net gebeurd. We hadden een shoot gedaan in de British Virgin Islands. Super dope. Was echt een paar weken geleden. Ik kon zelf niet. Ik had super graag gewild, maar ik kon niet. Dus ik had twee gasten die ik kende daar naartoe gestuurd, weet je wel. En ik was dan de producer. Hè? Ik begeleidde alles. Nou, ik had een set deliverables. Het was een evenement, een retreat. Er moesten... 5 dagen werd er gefilmd. En per dag moesten we een soort 30 seconden mini-reel maken. Recap. Mm. Want dat ging er namelijk op Instagram. Yeah. Dat was de opdracht. Oké, cool. Ik heb de gesprekken gehad. Dus welkom terug. Hello. Welkom terug. Gaan we weer zitten. Ik ben heel veel een case aan het uitleggen van hoe dit inderdaad vervelend kan gaan. Oh, sorry. Nou, dat was dus de opdracht. Nou, vervolgens. Ik stuur natuurlijk mijn e-mail. Oké, guys. Dit hebben we besproken. 5 dagen gaan filmen. Elke dag een Instagram reel erachter. Hè? Dan. Dat communiceer ik naar mijn twee videomakers die naartoe gaan. Mm-hmm. En ik zei erbij tegen die videomakers... Guys, dit is een klant. Als we het goed doen, dan komen we vaker terug. Dus doe je best. Dit wordt echt tof. Hè? Zet eventjes je beste beentje voor. Al die dingen. Dat doen ze. Ze gaan op naar dat evenement toe. Op de eilanden. En toen... Wat bleek, zij voerden dat ook uit. Maar op de laatste dag kwam de eigenaar van dat bedrijf... die ik niet gesproken had, want ik praatte via de marketingmanager... die zei, hey guys, wanneer is de evenement recap video klaar? Ik zei, we hebben niet afgesproken, we hebben dat te maken. Maar toch, zij zaten daar nu. Ze moesten zo snel mogelijk. Toen hebben ze dat maar snel gedaan, weet je wel. Snel iets in elkaar gevat. Komen ze terug,
doen ze een breakdown met mij. Weet je wel, van nou, hoe gaan dit en dat? Zo, ja, ze zei dat we op allerlaatst zo'n video moeten maken. Dus we hebben maar snel het gedaan, want dat moest allemaal snel. Dan denk je, yo, gasten, hebben we helemaal niet afgesproken hoor. Nou ja, tof dat je dat gedaan hebt. Zo, ja, maar is het nog niet af. Ja, dan zou ik stoppen nu. Helaas, weet je wel. Zo is het gewoon. Dus dat heb ik ook geïnstructureerd. Ik stuurde één zelf een berichtje naar de klant. Van, ja, dat is gewoon niet afgesproken, dus dat gaan we ook niet doen. Maar goed, ze hebben in principe al een versie gemaakt. Gebruik dat maar. Ik snap wel dat er ergens weer communicatie mis is gegaan of zo. Maar toch, kennelijk was het wel een belangrijke video voor ze. Dus natuurlijk heb ik moeten zeggen van... Nou als het een belangrijke video is... Ja, dat is goed, dan maak ik gewoon een nieuwe deal. Want dat moet gewoon voor betaald worden. Maar dat was... Uiteindelijk wist ik, het afmaken van deze video kost maar 3 uurtjes of zo. Uh-huh. Dus nu zit je ook weer... Zat ik met de marketing manager. We snapten elkaar goed. Van, ja, ik voelde me echt, ja, joh, ik prijs sowieso niet per uur, weet je wel. Dus ik moet voor 3 uurtjes eventjes dit afmaken. Dus eigenlijk moet ik hier gewoon weer 1000 euro voor gaan rekenen. Van, ja, 1000 euro voor dat videootje. Ja, maar je snapt waar ik vandaan kom. Zij snapte mij dus ook. Dus uiteindelijk zit je daar. Maar doordat we uiteindelijk wel goed gecommuniceerd hebben, was de conclusie, okay, luister, wij waren echt super blij met alles. Dit is gewoon vervelend. Ik snap, de communicatie zou waarschijnlijk intern fout gegaan zijn. We hebben niet goed gekeken naar jouw bevestigings-e-mail. Maar we moeten echt die video af hebben. En wat is een oplossing hiervoor? Want ik praat nog steeds via de marketing manager. Dat was allemaal, het is nu kerst allemaal. Dus toen zei ik, gaan wij terugkomen voor het volgende evenement volgend jaar? Ja, dat willen we gewoon. We willen echt vaker met jullie door. Prima. Dan doen we het zo. Wij maken de video af. En dan doe ik gewoon de volgende keer, reken ik dat erbij. Dat is de conclusie. Dan zeg ik, okay, laten we dat doen. Punt. Weet je? Dus we zaten wel in een nare situatie van, ja, dat is, okay, we hebben bepaalde afspraken. Ja, maar ook dan moet je kunnen praten, ja. Dan moet je kunnen praten, ja. Want beide merkten, ik wist dat ik de vervelende gast was. Een video die 90% klaar is. Terwijl dat niet had afgesproken om te maken, maar is half gemaakt. Ja. En dan moet ik zeggen, ja jongens, we gaan er niet mee verder. Want dat hebben we gewoon niet afgesproken. Dus als we het echt moeten aanleveren, dan moet dat natuurlijk voor betaald worden. Ja. Dus, maar ja, ik wist ook, jongens, het is irritant voor jullie ook. I get it, want jullie willen deze video er vandaag eigenlijk uit. Die moest gisteren al af zijn. Maar ja, nu zitten we hier. En dan is het weer gewoon echt goed communiceren uiteindelijk. En dan is dat de oplossing geworden. Nou goed, dat ik denk, als ik dit zo hoor, kom ik natuurlijk halverwege binnenstappen. Maar... Ja. Waar het op neerkomt, en dat is volgens mij een van de dingen... Het heeft dus ook te maken met durven nee zeggen. Heeft soms ook ermee te maken, is dat je niet bang moet zijn om soms een lul gevonden te worden. Ja. Dat is dan maar zo. Je kan niet iedereens vriend zijn. Nee. En uiteindelijk denk ik dan ook vaak, weet je... Ja, die persoon die tegenover je zit... Die ligt er ook geen dag wakker van als jij, je geld niet krijgt of failliet gaat. Of whatever, dat we ontslagen wordt. Die gaan gewoon door, weet je wel. Dus je hoeft geen vrienden te zijn met dit soort personen altijd. Nee. Je mag wel vriendschappelijk zijn. Juist. Je mag geen vrienden te zijn. En duidelijk en gewoon respectvol. Ja, dat uiteraard, natuurlijk. Dat merkte ik gewoon. Ik voor mijn manier van communiceren was gewoon respectvol. Ik zei wel, luister guys, het is wel gewoon een issue. Ik snap dat het heel vervelend is. Ik weet dat ik vervelend ben. Maar ja, we gaan het eigenlijk niet gratis werken natuurlijk. Overuren. Hetzelfde verhaal. In mijn is dat simpel, ja. Ja, daar kan je moeilijk over doen. Maar gelukkig waren hun ook heel erg begripvol. Van ja, ik snap het. Ze merkt ook van ja, dat hebben wij eigenlijk niet goed gedaan. Ja, maar klanten zijn gewoon ook zo. Ja. Omdat ze de ervaring niet hebben. En ook niet de know-how van hoeveel iets kost. Of qua tijd ook, hè. De commercial wel een keer voorbeeld gegeven ook. Dat ze, ja, die kunnen we niet even een shotje nemen van dit nog. Een shotje van dit, gast. We hebben een week na zitten denken over die 6 shots die we bedacht hebben. En dan wil je even een shotje erbij. Tuurlijk niet, man. Nee, maar ik moet lachen, omdat ik doe dit al een tijdje. Ja. Ik betrap mezelf ook wel eens op. Ja, toch? Ja, inderdaad. Oh, nee, dat is eigenlijk maar het is niet zo makkelijk. Maar blijft terugkomen. Halverwege even het verhaal veranderen. Het blijft terugkomen op communiceren uiteindelijk. Ja. Daarom echt serieus. Elke creator die voor zichzelf werkt, kijk gewoon de camera in. Leer beter worden in communiceren. Dat is echt gewoon een skill dat gewoon super, super belangrijk is. En dingen gewoon bespreekbaar maken. Want dat merk je ook bij veel freelancers. Dat ze of bang zijn om een klant kwijt. Het is altijd een soort angst, hè, waardoor ze dingen laten. Ze zijn bang om te zeggen dat het 30 dagen betaaltermijn is. Ze zijn bang om te zeggen dat ze geen mondkapje op willen. Omdat ze bang zijn om die klant kwijt te raken. Of zich maar laten vaccineren. Er zijn mensen die lieten zich vaccineren om op vakantie te gaan. Ja. Dus ook om te werken.
Er is een hele lichting geweest toen ze dat mee dreigden. Nou, dan ga ik het misschien toch ook maar doen. Weet je, en dat moet je allemaal voor jezelf weten. De een is het wel, de ander is het niet. Ik vind het allemaal cool. Je moet doen wat je zelf wil met je lichaam. Maar de hoe noem je dat? De drijfsfeer. De drijfveer moet wel een vrije keuze blijven, vind ik. Ja. Weet je, met dat soort dingen. En daarom moet je ook nee kunnen zeggen. En ook kunnen zeggen van, hey jongens, luister. Tot hier en niet verder. Want dit gaat niet meer op deze manier. Laten we het bespreekbaar maken. En vaak, dat is ook zo als je met vrienden, vriendinnen, mensen ontmoet in de kroeg, weet ik veel wat. Vaak is het zo, of soms is het ook zo, dat als je eerst bijvoorbeeld bent begonnen met iets negatiefs, een conflict of een ruzietje of wat dan ook, het kunnen vaak hele goede vrienden zijn of worden. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ik mocht mijn ex niet, bijvoorbeeld. Dat was een vriendin van een vriend van me. Ik kon er niet uitstaan. Ja. Onze zoon wordt 18 volgende maand. Oh, zo manier. Snap je wat ik bedoel? Even in de notendop. Ja. Nee, maar zo werkt het wel. Zo werkt het wel. 18 jaar in de notendop. Ja. 18 jaar in de notendop. Nee, maar zo kan het wel. Ja, maar dat komt dus door communicatie. We zijn helemaal gaan praten en we kwamen erachter. Hij is eigenlijk hele lieve mensen. Ja. Daar hebben we allebei ergens gedacht natuurlijk. Maar ik wil nog heel even iets terugkomen op dat geld, hè? Ja. Money. Ja. En ik zat er ook even over na te denken. En het heeft allemaal... Sowieso is het allemaal met elkaar verbonden natuurlijk. Maar eigenlijk... En ik wil je niet de hele tijd adviezen gaan geven. Maar zou ik zeggen dat als je een productie aanpakt... waarbij je mensen in gaat huren... moet je eigenlijk altijd een buffer hebben. Ik denk niet dat je een productie moet aanpakken... op basis van een betaalbelofte, wat het eigenlijk is. Ja, maar daarom doe je vooraf dus laten betalen. Ja, maar goed, ik wil er even een kleine disclaimer bij zetten. Ik snap dat het leven soms het niet toelaat. Soms heb je het financieel moeilijk. Been there, done that, trust me. Maar ik denk wel serieus, dus als jij op het moment dat als jij als videomaker of creative of wat je ook bent, gaat zeggen van oké, deze productie pak ik aan en daar ga ik zoveel mensen bij inhuren... moet je een kleine buffer op je rekening hebben waarmee je iets kan opvangen. En van daaruit kan je ook gaan bouwen. En dat is dus eigenlijk ook, die buffer bouw je als één pitter. Moet je zorgen dat je die opbouwt. Dus dat je elke klus een klein stukje begroot, wegzet met het idee van... nou ja, ik wil wat groeien, maar om te kunnen groeien moet ik zorgen dat ik een kleine marge heb... die dingen kan opvangen. Als er iets fout gaat, als de betaling uitblijft... Ik heb altijd gewoon een regel... boven de 5000 euro wil ik gewoon de helft gewoon vooraf hebben. Ja, maar dan heb je het 5000 euro. Dat zegt niet zoveel. Want je kan een productie krijgen van 5000 euro... waar je zelf voor 750 euro aan één dag productie op zit. Dan moet je nog steeds 4250 betalen. Ja. Dus dan wil ik in ieder geval die 50% vast hebben... zodat ik het dan met je eigen maar buffer dus mee... Maar dus dan zit je dus eigenlijk... Maar dus die buffer heb je dan niet. We gaan er wel vanuit dat je wel iets hebt. Dat bedoel ik. Maar dat vind ik een belangrijk advies. Dat vind ik ook wel goed om te hebben, ja. Want hoe doe jij dat voordat je ging worden dat jou vraag stellen? Als jij er zoveel... er gaat gewoon dus veel geld via jou rond dus steeds. Maar waar we net over hadden, betalingstermijnen... Heb jij dan ook voor jezelf als business dan gewoon set dagen in de maand dat je betaalt? Eigenlijk elke dag achter de computer is dat het eerste wat je doet, kijken wie er betaald moet worden? Ja? Ja. Dat lijkt me ook vervelend, daar van je ouder, nee, toch? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Ik heb net mijn laatste productie van het jaar afgerond. En dan krijg ik de... Ik was nu traag vanwege feestdingen en zo, maar... Nee, zodra ik een factuur krijg, betaal ik hem eigenlijk over het algemeen meteen. Ik wil er vanaf zijn. En het is bij mij namelijk, ik werk zulke korte projecten. En het komen overal vandaan. Dus ik wil ook niet denken van, ah shit, ik heb nog een betaling van 2 maanden geleden. Want dan neemt er veel ruimte in. Dat snap je toch ook niet, dat zo'n financiële afdeling dan van een groot bedrijf... Maar ik ben geen groot bedrijf. Nee, maar waar verschillende mensen op zitten die dan alle facturen van de laatste 30 dagen gaan opsparen. Ja. En die het dan in één dag... Maar dat snap ik wel. Voor een groot bedrijf snap ik het wel. Maar is daar een systeem voor? Juist, dat is iemand die er alleen maar niks anders doet. En dan krijg je een herinnering boven. Anders moet die persoon elke dag dezelfde handeling opnieuw gaan opsparen. Start, of je doet alles in één keer.
Nou ja, het lijkt me toch dat je gewoon een simpele knop hebt die op betalen dat drukt. Dat is er wel, maar dat is niet in hun voordeel. Nee, ik heb al een grappig voorbeeld. Is zeg maar, ik heb een paar keer voor Sony gewerkt. En Sony hebben volgens mij dus ook een Sony Music. Dan heb ik een dingetje voor gedaan. En die hebben volgens mij een betalingstermijn van 60 dagen. En dat staat ook, dan moet je vooraf, weet je, dan word je een supplier voor Sony. Maar het grappige is, als Sony dus samen gaat werken met een ander groot bedrijf. Dus een ander groot bedrijf, wat ook hun policy heeft. Dan wordt dat een soort van... Oh, dan wordt dat er bovenop gezet. Nee, dan wordt het een soort van kopstoten tussen bedrijven van... Wie is hier nu uiteindelijk... Wij willen 30 dagen, wij doen 60 dagen. Wij willen 30 dagen, wij doen 60 dagen, weet je. En dan gaat ze een soort van, wie is nu... Wie heeft de grootste piemel? Volgens Charlotte was het dus de persoon die dit laatste... Ja, maar als je beide blijft sturen, dan haalt het nooit op. Nee, maar dat is het dus. Dus ik heb wel eens een evenementje georganiseerd voor ze. En dan, naar groot bedrijf bedoel ik bijvoorbeeld ook een heel groot bedrijf is Heeman. Dat is een verhuurbedrijf, weet je. Dan kun je van alles huren van ze. Ja. Nou, die hebben gewoon hun eigen policies. Weet je wel, hebben niks met Sony te maken. Dat is leuk, maar als je dan huren jullie ezels maar ergens anders. Ik moet schilderezels hebben dan toevallig. Ja, ja, ja. Huren ze maar ergens anders. Ja, die zijn ergens anders, dus we hebben ze wel nodig, zeg ik dan. Maar dan nog, want dat is gewoon een miljoenenbedrijf. Ja, en die hebben structuren. Precies, dus dat kan ik heel goed begrijpen. Maar inderdaad, als je als bedrijf een betalingstermijn van 60 dagen, dat vind ik dom. Mijn ervaring is dat het bedrijf het eenmaal zegt. We hebben eigenlijk 2 dagen in de maand waar we betalingen doen. Fair. Ja, oké. Okay, maar dat is dus het hele ding eigenlijk wat ik probeer uit te leggen. Gewoon van, je hebt een structuur. Maar waarom moet die structuur altijd 60 dagen hebben? Ja, maar 60, ja, dat is met heel veel gewerkt. Die kwam toch ook met diezelfde shit aan? Zeker, maar daar heb ik vooral moeite. Ja. Snap ik. Snap ik. Ja. Nee. Maar ze zullen het dus zijn. Ik heb ze hem niet meegemaakt. Maar dat is dan mijn mazzel, dat jij een mazzel hebt. Andere vraag. Want dat vind ik... Ik heb ook iemand die mij factureert. En die zet standaard op zijn factuur. En daar heb ik ook al een beetje... dingetje mee. Stand op zijn factuur. Als je niet binnen 2 weken betaalt, dan reken ik de wettelijke... Verhoging. Want er is een wettelijke verhoging van een paar procent, geloof ik. Ja, 1,5 of 2. Tentoo doet dat ook. Desalniettemin. Die betaalsystemen. Daar heb ik ook nog een keer ruzie mee gehad met Tentoo. Ik had iemand... ik had iemand ingehuurd. Sidestep. Stick to the program. Blijf bij het programma. Maar ik weet niet... Of hij het doorvoert, want ik betaal namelijk gewoon altijd snel. En het is namelijk ook nog eens een keer echt een hele goede vriend van me. Maar hij zet het er standaard op. Ja. Als je niet betaalt, binnen 2 weken of 3 weken, weet ik veel. Zoveel procent. En dan zet hij ook het bedrag erbij, weet je. En Tentoo doet dat inderdaad ook. En ben dan benieuwd. Eigenlijk moet ik hem gewoon volgende keer niet betalen. Gewoon 60 dagen. Kijken of hij me dan een factuur stuurt voor nog eens een keertje €23,86 erbij. Ja. Nou ja, probeer het eens. Ik heb dat dus ook gehad, hè. Anders, wat gebeurt er andersom. Dan? Nou, ik heb het andersom gehad. En het was dus ook... Weer kom je terug op een ego-dingetje gewoon. Wat ik eigenlijk absurd vind. Degene was te laat. Verhoging gestuurd. Herinnering gestuurd. Toen gezegd van... Luister, als ik het deze week niet heb... Einde van de week, whatever. Weer een ultimatum gegeven. Als je het dan niet hebt, gooi ik... wat was het? 6%. Ik zei, zocht van... Nou, in deze procedure mag ik 6% verhogen. Gooi ik 6% erop, oké. Volgens niks, je hoort niks, je ziet niks. Je denkt, weet je wat, krijgen we een keer de tyfus ook nu. Ik zet die 6%. Maar ik ben niet zo. En daarom ben ik er boos om. Want ik ben niet zo. Je wil ook niet zo persoon zijn. En ik wil ook niet zo zijn. Maar ze dwingen me, ze testen me gewoon door het uiterste. En dan denk ik, oké, laat me zien hoe groot mijn lul is dan. Als klein visje. En dan sta ik als klein visje met mijn lul in mijn hand. En heb ik gewoon scheid aan me. Nee, ik snap het. Maar ik verhoog hem dan. Ja, en deze motherfucker... Heb dan gewoon het lef om die oude factuur te betalen. Ja, dat doen ze. Volledig die verhoging te negeren. En dan stuur je er nog een brief achteraan. En nog een losse factuur ga ik. Ja, ga je er nog voor? Nee, maar dan denk ik van... Ga je er nog voor? Maar kreeg je hem dan meteen? Hij moet op zijn ego getrapt worden, die gast, man. Rot op, man. Natuurlijk moet je daarvoor gaan. Tuurlijk, man. Hey, heel ding. Maar hij weet ook waar je zit, hoor. Waar je zit. Maar hij weet ook, je gaat het niet navolgen. Je gaat niet juridische stappen nemen. Dan je kan alleen een boos mailtje sturen van... Hey, luister, vieze teringleider dat je bent.
Kom op man, hoe kun je nou nu nog... Je hebt een grote In principe kan het wel. En dan ga je het nog negeren ook. Als het gestaafd is en als je in je recht staat, zou je natuurlijk zou je het helemaal door kunnen volgen. Ja. En zou je het aan incasso kunnen sturen. Ja, en dan, Ik bedoel, ik heb een tyfushekel aan incasso's, nu je toch dit soort woorden gebruiken. Want dat is iets, dat zit heel ver van mijn systeem. Ik heb nog nooit moeten doen. Ik heb dus één keer gedreigd over telefoon en vraag me af of ik dat gedaan. Want ik vind dat ook een soort parasiet als ik hier Dat is het enige wat uiteindelijk zo is. Ik heb inderdaad ook nooit de positie geweten dat het daarop aankomt. Wel dichtbij. Ja. Dan blijft toch maar de vraag, ja, ga je dat echt doen? Ja, maar weet je dat? Weet je dat ja, nee, maar dat vind ik ook. En dan ga ik de volgende grap vertellen. Ik heb het laatst dus, voor het eerst, heb ik eigenlijk gedacht van, oké, wacht even, nu is de maat vol, ik moet het gaan doen. Ik krijg nog 32 mei van een klant. Ah, de helft vooraf betaald, thank god. Vervolgens smoesjes. En na 4 maanden heb ik uiteindelijk gezegd van oké, gast, maat is vol. Ik kom het desnoods halen bij je. Verkoop maar een klokkie of zo. Doe iets. Ga in ieder geval achter mijn geld aan, gast. Weet je, ik ken hem ook wel een beetje. En vervolgens kwam Ab, ja, nee, ze hebben beslag gelegd op mijn rekening. Oké, dus je kan niet bij je geld. Ja, nee, hier, kijk maar. Bewijs gestuurd naar me, ik kan niet bij mijn geld. Oké, maar wat denk je? Is het opgelost? Dan krijg je van mij nog wat ruimte als je het nu zo, als je eerlijk kan zijn. Weet je wat? Die smoesjes hou ik ook niet. Op een gegeven moment weet je gewoon dat iemand recht in je bek aan het liggen is. Mm-hmm. En vervolgens kan je er niks van zeggen, je moet maar aannemen. Ja, neem mijn kinderen, ja, neem mijn vrouw. Ja, alles als smoes gebruikt. En vervolgens is het dus gewoon al maanden beslag op je rekening. Oké, wanneer is het opgelost? Ja, kan volgende maand of die maand erop. Oké, nou ja. Inmiddels waren we 8 maanden verder. En kreeg ik weer allemaal smoesjes. Dat ik op een gegeven moment zeg, weet je wat ik ga doen? Fuck it. Ja, kies zo een incassobureau. En die gaat dan eerst 10 dagen lang gaan ze je stalken. Degene van wie je het geld krijgt dan, dat is hun policy. En meestal lossen ze binnen 10 dagen dat op. En no cure, no pay. Mm-hmm. Oké, dat is waar ik op afging. Klik op die website. Moet een keer in incassobureau kan. Luister dan, ik heb het doorlopen. Dit is echt grappig. Want dus... Hun, ja, oké, zaak, nou, formulier ingevuld, krijg van een factuur erbij gedaan, alles netjes, oké, hun hebben wat hun nodig hebben, dus wat gaan ze doen als eerst? Ze bellen die papi op. Ja, ze bellen hem op. Ja, meneer, dit, dat, en die gaan ze, wat betalen, helemaal niks, klats! gooit de horen erop, blokkeert het incassobureau, en that's it. Incassobureau belt mij, binnen het uur. Ja, goeiedag, we hebben hem... gesproken en hij zegt dat hij niks gaat betalen en eigenlijk kunnen wij ook... Geven de opdracht terug. Ja, maar wij kunnen eigenlijk ook niks doen. Ja, maar dat is het verschil tussen... Nee, maar dat is wat hun zeggen, luister dan. Wij kunnen eigenlijk ook niks doen. Ik zeg, maar... Dat is toch juist wat jullie doen? Je gaat toch nu nog gewoon mensen sturen maar of maar daar iets? Zit een verschil tussen een incassobureau volgens mij en dan heb je volgens mij verschil tussen incassobureau en gerechtsdeurwaarde. Justitie, dit is alles in één. Dus die gerechtsdeurwaarde proberen ze lief te bellen. Okay. Als ze dan incasseren, pakken ze 6% of zo, weet volgens ik volgens mij zijn incassobureaus niet zelf als een gerechtsdeurwaarde. Ja, maar ze combineren het allemaal nu. Nee, want volgens mij zijn het... Nou, maar oké, laat ik me daar niet... Laten we het in het midden houden. Dit bureau deed het allebei. Dus vervolgens bieden ze mij aan, oké, wat je nu kan doen, ja, laten we maar gewoon gelijk de gerechtsprocedure in gang zetten. Ah, wel, ja, oké. Dat is wat ze zeiden tegen mij. Ik zeg, oké, maar wat kost dat? Ja. Oké, je betaalt 750 euro voor een aanvraag bij een kantonrechter, zodat je zaak behandeld wordt. Dan betaal je 300 zoveel piek. Aan nog een ander formulier wat je nodig hebt, ook vanuit justitie vandaan, weet ik, dan zit je al op 1100 euro. En dan betaal je hun nog eens 20% vooraf van het bedrag dus, of 15 of zo. Dus ik kwam al met al uit op van, oké, meneer, als we akkoord krijgen, krijgt u factuur van 1600 euro. Ik zeg, gast, het gaat om 31 mei. Ja. Wat is hier aan de hand? Ja, maar goed, dan dus die kosten krijg je dan wel weer terug. Nee, dat is de hele... De gerechtskosten toch wel of niet? Nee, je krijgt niks terug. Je kan proberen het te verhalen. Op de... Ja. Maar als dat niet lukt... Ze zeggen ook, die slagingskant is echt rond de 10-15% dat jij slaagt om dat terug te halen bij de dingen. Dus je moet eigenlijk vanuit gaan dat je die van dat formulier kreeg je wel terug, die 300 zoveel piek. Mm-hmm. Maar hun ben je kwijt en je bent die aanvraag voor je ding. Ja. Dus kijk, uiteindelijk betaal ik 12 meijer voor 3000 euro terug te krijgen. Nee, kijk, voor mij uiteindelijk is wat ik gemerkt heb met klanten die... Ik ben nooit tot dat punt gekomen, maar ik heb klanten gehad waar het gewoon echt niet chill was. En dan vind ik als ondernemer, moet je dan zijn, dat is zelfvertrouwen. Dan moet je gewoon zeggen, oké,
dat is pech voor jou. Want dan ga ik nooit meer met jou werken. Dit gaat gewoon niet meer gebeuren. En ik ga je niet zwart maken. Maar als jouw naam opkomt, ga ik in ieder geval niet goed over je praten. Dit is wat het is. Mm-hmm. En maar dat laat je geld zitten dan of zo? Nee, nou ja, maar ja, dat is dan gewoon... Dat is ondernemen. Ja, als ik als klein bedrag is, dat volgende snap klus. Het ja, het is ja, maar soms ja. moet je... Dat is ik denk dat je ook werkt. Dus dat je klussen die wel... Dus je bouwt die buffer op. En je vraagt wat extra geld boven bijvoorbeeld, weet ik veel. Ik huur jou in voor 600. Dan vraag ik 650. Die 50... Dat is een gedeelte wat ik verdien, maar ook een gedeelte wat ik opbouw als buffer voor een keer dat het fout gaat. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap dus het. Ik denk tuurlijk. Dat daar ook een kunst zeker. In zit. Kijk, ik was en blij. En rechtvaardigheid om dus wat meer ik geld te vragen. Ik was blij dat ik in ieder geval de crew en de acteurs heb kunnen betalen van het geld wat ik vooraf heb gehad. Mm. En ja, eigenlijk ben ik alleen mijn eigen fee kwijt en de editkosten. En, ja, dat blijft weet je, kut. Dat, ja, het blijft ja. gewoon kut, want ik krijg nog steeds geld. Maar en weet je gaat, zo'n incassobureau, die maakt het ook... Dat is een hele grote stap om er al heen te hele gaan. Grote dus stap. Daar moest ik me even, dat zeg ik. Het heb echt 7, 8 maanden geduurd voordat ik er uiteindelijk pas naartoe ging. Ja. En dan krijg je, dan loop je tegen dit aan. Dat je denkt van, hey, wacht eventjes. Er komen zoveel kosten bij kijken. Dus lijkt eigenlijk als je niet 10.000 van iemand krijgt, heb het helemaal geen nut. Nee, het lijkt me wel interessant om met iemand van een kastbureau te ja, maar mensen spreken. Die spelen daarmee. Die weten dat. Mm-hmm. Net als die gast die gewoon mijn verhoging, mijn wettelijke verhoging totaal negeert en weet... Dat je er niets aan gaat doen als hij het niet betaalt. En dan kom je toch terug bij inderdaad... Ja, kijk, voor mij... Ik heb die beslissing inderdaad gewoon genomen dan. Als mij zulke dingen gebeuren... Ik ga dan gewoon nooit meer met je werken. Tuurlijk. Het is dan jouw, dat staat voorop dan dat is je het nooit klaar. Meer gaat en dan heb ik gewoon echt wel de houding. Maar wanneer geef je het op? Hè? Ik snap ook wel dat ja, niet zo zelf op een gegeven moment... Heel goed, kijk, ik bedoel, €3.000 zou ik ook nog wel een tijdje achteraan zitten. Zeker, ook wel even, ja. Hè, dan denk ik... Nog steeds zit ik erachteraan. Nee, ik kan alleen maar hem appen en bellen af en toe van, hey, gappie. Ja, op een gegeven moment kan je ook voor jezelf zeggen, wat is de frustratie van die €3.000 nog waard? Ja. Nee, om kijk, op een gegeven moment, ik heb het in mijn hoofd afgeschreven. Ik heb het afgeschreven, maar ik blijf er af en toe nog wel. Snap heel ik. Vervelend. Hoor. Even achteraan gaan van, oké, weet je wat, het doet mij niks nu om nog een mailtje te sturen. Maar een andere grap, vraag, als dat nog mag, Teun. Een andere vraag is... ik hoor je af en toe het idee dat je meer van dit soort situaties hebt meegemaakt. Hè? Mm-hmm. Had je ergens, als je terugkijkt, ook kunnen inschatten dat deze klant misschien niet helemaal de juiste klant was? Want je hebt een paar van dit soort situaties meegemaakt dat je nu zegt van, oké, misschien moet ik sommige klussen. Dus kom je weer terug op het nee zeggen. Ja. Nee zeggen. Nee, klopt ook zeker wel hoor. En in dit geval is het iemand die ik echt al 20 jaar ken. Ja, dat weet ik. Ja. Dus wat het heel moeilijk maken. Consider good friends al 20 jaar. Wat het nog vervelender maakt, want dat gaat dus nou weg. Heel veel geschiedenis. Maar andere situaties, hè? Dit is niet alleen deze. Maar bijvoorbeeld ander dat je denkt van... Ja, maar dat zijn vaak grote bedrijven ook, hè? En soms, alleen betalingstermijn. Ja, de termijn. Of ik heb ook wel eens met het bedrijf waar ik dan... dat was dan Zoomin. Daar zat ik vast als in-house freelancer. Ja, ik weet niet wat hun deden, maar die betaalden gewoon niet. Die betaalden gewoon niet. En uiteindelijk ben ik gewoon in maand 7 ben ik naast de hoofdboekhouding gaan zitten. Ja. Met mijn lunch en mijn broodje en mijn laptop. En hij zegt, wat kom je doen? Ik zeg, gap, je hebt een huisdier hier. Ja, ik ga niet weg voordat geld op mijn rekening staat. Check dan toch? Ja. Hij slaat op de tafel. Nu is hij het zat. Hij schreeuwt tegen wat personeelsleden. Dit, dat, pap, 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 pap. Hij trekt een kluis open. Hij geeft me 2000 piek. Hij zegt, vandaag staat de rest op je bank. Okay. Het heeft nog 2 maanden geduurd, ouwe. ik zweer het je. Ja. Vergif kan ik hierop innemen dat dit zo is gegaan. En uiteindelijk stortte ze. Uiteindelijk was mijn winst. Hij heeft die hele 2000 piek nooit verrekend. Dus ik kreeg het volle bedrag gewoon 2 maanden later. Maar gast, ik heb 7, 8, 9 maanden zitten wachten op geld. Ja. Waardoor mijn hele thuissituatie opgefokt was. Dat is kut, ja. Alles was... Ik moest mijn huurbaas al 3 maanden zeggen, gast, ik heb het niet meer. Ik herken het gelukkig niet, maar jij ook niet dus. Nee. Ik vind dat ik ken fascinerend. Het niet. Nee, maar dat zoekt mij gewoon op. En ik snap het ook wel, universum. Dat is die law of attraction. En met zo'n frustratie blijf je het ook op je afroepen. Maar ik wil het niet per se... Het zit mij dwars, maar ik wil het ook veranderen. Ik wil dat oprecht anders hebben, man. Dat mensen wel gewoon die wetten gaan eren en die regels naar freelancers toe. Maar, het is een bescherming, hè? Ja, zeker. Maar snap je? Ik denk wel dat het echt terugkomt voor jezelf is het belangrijkste. Dat is het eerste wat je kan veranderen. Dat is inderdaad echt die buffer opbouwen. Ja, maar ook kijkend naar wat ik in het begin zei. Het naar beginnende freelancers. Zeker. Nee, ik ben helemaal als je overal maar rare betalingstermijnen hebt, dan ga je maanden je moeten mogelijk overbruggen. En niet verwachten dat ik heb iedereen nu, die buffer heb. Ik had een paar podcasts geleden ook verteld. Afgelopen jaar was dat ook echt een doel
voor mij dat als ik nu 6 maanden lang geen inkomsten zou hebben, dan ben ik nog steeds goed. Ja. Dat was echt een doel voor mij. Want ik wilde niet in die positie komen. Ja. Weet je? Dus ja, maar dat is tuurlijk. Ik ga dan niet 6 maanden niet werken uiteraard. Maar dan, ja, dat zou ik kunnen hebben. En dat geeft in ieder geval mijn day-to-day life super chill. Ja. Ja, ja nee, ik snap het ook wel. Zo. Tuurlijk. Ik ben helemaal niet ongelukkig ook verder of zo. Ik ben gewoon happy. Maar dit is eigenlijk het enige ook wat me dwars zit van dat hele... Ja. En dwars zitten is misschien ook maar een groot die betalingstermijnen maar... zijn wettelijk geregeld. Dat is op zich vreemd. Ze zijn bij wet geloof ik ook nog niet zo heel lang geleden. Zijn die op 30 dagen. 4 jaar of zo, man. 4 jaar dus nu het is ongeveer. Vreemd dat daar dan nog steeds zo... met maar heb je dat niet vanuit het buitenland dan? Want die zullen ook hun eigen maar ik dat is echt mijn luxe. Jij kan net als hem 6 maanden wachten op je geld. Ja, en dat is ook wel echt zo. Soms wacht ik 3-4 maanden. Maar dan komt er dus een soort van bonus op dat moment. Nou ja, bonus dat klinkt heel erg... maar stuur je ook geen herinneringen, niet zo. Niks. Je gaat er helemaal niet achteraan. Oké, nou ja. Je weet wel, maar dan weet je ook, dat zijn klanten waarvan je weet dat je het krijgt. Nou ja, de grap van mij is A, of ik heb al vaker met ze gewerkt, dus ik weet dat ik het krijg. En dat is wat ik net al vertelde, wat de grap is zeg maar, ik moet dus een voorschot hebben. En dat moet dan voor een productie. En dat kan altijd binnen 2-3 dagen, sterker nog, kan binnen een uur worden overgemaakt. Ja, want dat kan wel, met hun structuur, hè? Ja. Dan dat stuur ik een factuur. Ja, dat kan ook wel, ja. En, er staat er ook, staat in mijn hoe heet het, mijn factuur staat heel netjes onderaan 3 weken, weet je wel. En dan als ze dat dan lezen, maar ik weet niet of het binnen 3 weken lukt. Want wij hebben dit en dat is dus, dan interesseert me dan verder niet zo heel veel. Maar denk, maar je kon dat voorschot kun je wel binnen 20 uur overmaken. Het klopt ook wel, het is niet dat het niet kan. Het kan allemaal wel, maar... Ja, het is de structuur. Prioriteit. Maar dat is toch computer says no man, structuur. Ja, maar 100%. Het is toch structuur, ja, ik heb een structuur bedacht. Ja. En alleen ik hou me aan die structuur, dus je bent gewoon de dupe. Ja, klopt. Want ja. Ik heb mijn structuur, dat is toch kolder, man? De dupe, ja. Als je dat zo, nou ja, in veel situaties denk ik dat veel mensen daar toch wel mee struggelen. Maar ik denk niemand, dat veel mensen hier tegenaan lopen. Niemand het bespreekbaar maakt omdat ze allemaal bang zijn om die klant kwijt te raken. Dat is helemaal eens. Als ze gaan piepen. Je hoeft niet bang te zijn dat je klant kwijtraakt als je gewoon netjes aangeeft. Nee. Hey, gast, jongens, geloof mij nou, dat er zijn er zat die mij niet meer bellen, maar je moet omdat ook niet... ik netjes heb aangegeven, dat er is de tweede herinnering niet hebben. Maar daarom sta ik er dubbel in, want ik vind af en toe wordt er, ik lees ook wel eens op bepaalde fora op internet en dingetjes, weet je, en er is nu een tendens van mensen die allemaal in hun recht, ik doe eventjes aanhalingstekens, in hun recht staan, weet je, en denk, ja, je hebt in je recht staan en je hebt... Snap ik. De oplossing of je gelijk krijgen, zeg maar. Dus je kan wel, je kan na 2 weken kan je op je achterste benen kan je een mailtje sturen. Dat, ik dat wil nu ik. Mijn geld, want dat ik staat ben, in mijn offerte. Ik ben helemaal niet dat, zo, dat weet je ook. Ik lees dit wel heel veel en ik lees dit ook, weet je, beginnende, of misschien zelfs wel hele ervaren videomakers. Ben je er dichterbij? Ja, sorry, of beginnende videomakers. En dat ik denk van, ja jongens, en meisjes en dames, er is ook nuance. Er is een nuance in bepaalde in je toon en in je gelijk hebben en weet je wel. Het is echt communicatie. Absoluut. Zo. Maar ik heb dus bij datzelfde bedrijf waar ik dus echt die maanden niet heb gehad, was er op een gegeven moment een producer die al allemaal in-house producers ook en die hadden dan ook overseas, dat ze mensen inhuren in Spanje en weet ik veel wat. En er waren op een gegeven moment ook een paar, want ze betaalden dus meer mensen niet. Het was echt een dingetje van hun om mensen niet te betalen. Staan ze ook echt onbekend gewoon. Als je het googelt, staat er, oh, dat bedrijf betaalt niet. Ja, dat is echt wreed gewoon. Ja. Miljoenenbedrijf. En wat deze gast op een gegeven moment deed, die moest wat dronebeelden maken of zo. En die zei, ja, is goed, ik schiet zo voor je. Ja, oké. Okay. Belangrijke beelden, ja, belangrijke beelden. Cool. Hij heeft die beelden geschoten en zei, ja, is goed, man. Maar eerst even alles betalen, inclusief deze shoot, stuur ik je die beelden op. Paniek, jongen. Paniek. Mensen boos. Allemaal dit, ja, dat. Ja, maar dat is toch... Dat hoor je maar heel veel met een duurse geldgast. Ja, maar met een watermerk hoor je toch ook heel veel mensen dat ze beelden opsturen. Ja, maar dat kan dus... Ik vind dat wel logisch. Wel. Dus ik vind persoonlijk, je schuilt achter je structuur, omdat iedereen zogezegd structuur respecteert in de volksmond. Oh, je hebt structuur. Weet je wat? Ik ga jou daar niet storen in structuur. Oh, nee, dat is zeker niet. Dat is het zeker niet. Nee. Maar dat is toch een beetje een ego-dingetje van die bedrijven dan ook, die gewoon zomaar denken. Want waardoor komt, wat is de kern dat mensen pas na 30 dagen gaan betalen? Nee, ik ben het volledig met je eens. Zit daar een reden achter dan? Is daar een reden voor? Mijn broertje zou zeggen, ja, hoe langer het geld op je rekening staat, hoe meer je daar hebt aan heb als bedrijf. Ja, dat weet ik ook. Maar dat is toch al lang achterhaald, dat soort shit, man.
Ik geloof dat allemaal niet, man. Dat die en nogmaals, 60 dagen en echt, dat soort dagen is ver over de top. Ik 30 dagen. Ik kan nog wel iets zeggen. Oké, eind van de maand, dan gaat het bedrijf 100 facturen betalen. Dan doen ze jou erbij. Ja, dat neem ik soms wel voor lief. Oké, cool. Dat kan ik nog enigszins begrip. Kunnen ze ook nog wel sneller doen? 100% kunnen ze dat doen. Maar daar wil ik zelf nog wel een beetje begrip in tonen. Van fine, weet je wel. Dat snap ik. En daar heb ik ook zeker begrip voor. Maar als hun één keer in de maand 100 facturen betalen. En je zit er dus, terwijl je erbij had moeten zitten, niet bij. En je krijgt een mailtje terug dat je nog gewoon even een maand moet wachten. Omdat ze maar één keer in de maand betalen. Denk ik van, hé, luister gap. Nee, dat klopt niet. In mijn optiek. Het is gewoon puur menselijkheid. Nogmaals, je werkt op set met ze. Je bent gezellig. Je bent gewoon lekker bezig. Ze hebben jouw dienst nodig. Alles kan cool. En zodra je 2 keer een herinnering stuurt, dan word je scheef aangekeken. Ja. Want je zaakt om je geld. Je moet gewoon geduld hebben. Ik weet niet, man. Ik vind het gewoon krom. We kunnen nog uren over dit onderwerp. Maar een keer terugkomen. We kunnen. Maar dat is goed. Ja, helemaal mee eens. Nou, maar super. Ik wil gewoon eventjes. Sowieso goed dat je er een keer bij was. Ook voor mij om te leren wat fixen een beetje precies is. Maar is er nog iets wat jij wil aanhalen in deze podcast? Ik heb nog wel een klein dingetje. Ja. Een klein dingetje. Klein dingetje of een groot dingetje? Voor mij zijn er 100 dingen aan. Ja, zeg het even kijken. Is een ego dingetje ook. Oh, ego. Het ego vind ik wel een dingetje. Maar daar heb ik ook nog wel heel veel. Ja. Ga jij deze podcast ook luisteren? Oh. Deze? Waar je zelf in zit. Je hebt ze allemaal gecheckt, maar ga je deze ook checken? Ik denk dat dit de beste wordt die ik ooit heb gehoord. Ja. Ja. Maar ga je hem checken of niet? Ik denk het wel. Oké, dan ga je hem delen of niet? Ja, hij zet hem op zijn website. Ja. Lekker voor al die buitenlandse klanten. Hangt er vanaf of jullie hier 7,5 minuut van knippen. Heftig. Nee, maar superman. Super. Nee, ik vond het leuk. Ja. Dus heb ik nog iets wat ik kwijt wil? Nee hoor. Dus er zijn zat verhalen nog in de koker. We will save that one those for later. Dat zijn we leuk. Kan gewoon een keer terugkomen. Goed, ik stuur je factuur wel in je mail gewoon. Ja, doen we dat. Betalingstermijn. Of wat is jouw structuur dan weer? Je hebt 3 uur betalingstermijn. Hij staat al op je rekening. Ja. Staat al op je rekening. Guys, dank jullie wel voor het luisteren. Geef die 5 sterren. Zoek die 6e ster. Alles eromheen. Subscribe. Later. Bye bye.